Goedenavond allemaal. Welkom op deze vergadering van de Raadscommissie. Mensen thuis die meeluisteren of meekijken, ook van harte welkom. En dat betekent dat de opening nu heeft plaatsgevonden. Ik vraag nog even of er eventueel insprekers zijn. Er hebben zich geen mensen gemeld en er meldt zich nu ook niemand. Dan gaan we over naar agenda punt 4. Vaststelling afsprakenlijst, raadscommissie 15 juni. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, maar de heer Remmels heeft een opmerking. Het is mij blijkbaar gelukt tijdens die vergadering mezelf te klonen, want ik sta bij aanwezig, terwijl ik toch echt ergens anders was. Dat was het enige. Wordt gewijzigd. Afwezig. Hij was echt ergens anders, zegt hij. Dus. Dan stel ik aan de orde agenda punt 5, de versnellingsagenda. Wie wenst daarover het woord? Alle fracties, en dan begin ik met de heer Mosman van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben deze versnellingsagenda doorgenomen en op zich een duidelijk verhaal. Toch hebben we nog een tweetal vragen en een aandachtspunt. Wat de eerste vraag betreft, wat wij constateren in deze versnellingsagenda is dat de nadruk wel heel erg ligt op kwantiteit. Hoe gaan we in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk woningen zetten? Als je kijkt naar de 7 punten op bladzijde 3 en 4 dan, van het raadsvoorstel, want dat gaat daar ook vooral over die kwantiteit. Dat brengt mij wel bij de vraag of we in heel dit gebeuren niet vergeten dat er ook afspraken liggen rond duurzaamheid, betaalbaarheid, levensloopbestendigheid en bouwen voor de juiste doelgroepen. Denk hierbij aan statuswoningen en sociale huurwoningen. En zeker nu we lezen dat een van de actiepunten is dat we lokale beleggers gaan uitnodigen om een aantal woningen te bouwen, zijn dit dan juist aspecten die zomaar uit het oog verloren kunnen worden. Daar maken wij ons wat zorgen over. Dus onze vraag is, kan de wethouder die zorg bij ons wegnemen? Daarnaast willen we de portefeuillehouder ook graag meegeven dat er op het gebied van de duurzaamheid net ook vorige week een wetsvoorstel is ingediend door minister Kamp over de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op gasnet, dat komt te vervallen. Gezien de horizon van deze versnellingsagenda en zeker van de woonvisie, is dit misschien een aspect wat op enig moment een keer meegenomen zou kunnen worden. Deelt de wethouder deze mening? Ten slotte, meneer de voorzitter, op bladzijde 2 van de versnellingsagenda wordt er gesproken over een stuw meer aan vragers. Kan de portefeuillehouder aangeven waarop deze uitspraak gebaseerd is? Hoe groot is dan dat stuwmeer en hoeveel procent daarvan is interne vraag? Want in het laatste geval zal er tegen elke vraag ook een aanbod ontstaan. Tot zover in eerste termijn. De heer Remmels van de LPO. Dank u wel, voorzitter. Ook als LPO zijn wij uiteraard erg blij dat de woningbouw weer in de lift zit. Het is goed voor Ommen, goed voor onze voorzieningen en goed voor onze middenstand. En last but not least, goed voor de portemonnee van onze gemeente. De hele analyse waarom deze omslag tot stand komt, sla ik even over, die delen wij, maar we hebben wel een aantal vragen. Ten eerste, en die sluit eigenlijk een beetje aan bij mijn voorganger net, de laatste vraag. Wij waren wel erg benieuwd wat deze versnelling betekent voor de bestaande huizenmarkt. Immers, de meeste bewoners komen uit Ommen, die gaan verhuizen naar de nieuwbouw en die laten huizen achter. Komt die markt niet sterk onder druk als daar 150 extra woningen beschikbaar zouden komen? En wat betekent dat voor de plannen van de betreffende mensen? Want dat kan het wel eens lastig worden. De tweede vraag die we hebben is, wat betekent deze versnelling voor de particuliere initiatieven op de woningmarkt? Gaan we die nu toestaan of houden we die in ons eigen contingent? Dus wat zijn de mogelijkheden nu voor particuliere initiatieven om toch die 150 woningen te realiseren? Er wordt wel wat over gezegd. De rol van de woningstichting is natuurlijk belangrijk in de realisatie van deze versnelling. En we waren benieuwd of er al in dit geval overleg was geweest over deze versnelling. Er staat wel iets over in, maar of er al nadere afspraken zijn gemaakt. De vierde vraag, en die hebben we al eerder gesteld en we hebben nog niet echt een concreet antwoord gekregen, is namelijk de boerenerven. Nogmaals willen wij daar graag aandacht voor vragen. We krijgen zo langzamerhand het gevoel dat het een beetje een blok aan het gemeentelijke been begint te worden. Waar we andere projecten wel succesvol zien. Werkt dit niet? En de wethouder heeft eerder aangegeven, ja, we gaan het opnieuw bekijken, misschien nieuwe plannen maken. Is er al een analyse en zijn daar al concrete maatregelen? Verder waren we benieuwd wat deze versnelling gaat betekenen voor het havengebied. Immers, voor vele miljoenen zijn er bedrijven uitgekocht.
Gaan we daar nu ook verder en wat zijn de plannen daar concreet? En tot slot, en ook dat ging mijn voorganger al even op in. Het gaat inderdaad over aantallen, snel, snel, snel. Ook wij hadden vragen over duurzaamheid en gasloos bouwen. En daaraan gekoppeld de vraag of daar eventueel nog subsidies voor beschikbaar komen om juist dat te stimuleren. Tot zover, voorzitter. Heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij kunnen ons helemaal vinden in de versnellingsagenda en inderdaad ook de redenen daarvoor. Een aantal vragen zijn in orde geweest. Aardgasloop bouwen, wat iets meer zei. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat er weer sociale huurwoningen worden gebouwd in Ommer. Als het gaat om de plancapaciteit. 28 juni was er een bewonersavond van het plaatselijk belang in Lemelen. Waarbij onder andere het collectief particulier opdrachtgeverschap aan de orde kwam. Waarbij de initiatieven zijn voor van jongeren om gezamenlijk wat te bouwen in Lemelen. Mijn vraag is, hoe staat dit in verhouding tot de plancapaciteit en wat kan de gemeente eventueel faciliteren in deze? Nou, verder had ik geen vragen. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Ja, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. De versnellingsagenda. Ik heb een paar vragen en een opmerking. De eerste vraag gaat over de PRIMOS-gegevens, over de prognoses. De vraag is eigenlijk, en dat kon ik niet helemaal goed in het stuk terugvinden, of de, maar de PRIMOS-prognoses die zijn vrij algemeen gesteld, zoals ik het hier lees, zoals ik dat zo interpreteer. Maar onduidelijk is voor mij of deze prognoses voor de gemeente Ommen ook specifiek zijn meegenomen. Want ik heb vernomen dat toch de gemeente Ommen een leuke groei doormaakt, laat ik het zo zeggen, en of dat ook een vertaling hiervan is. Daarnaast lees ik verder dat er geen ruimte meer is voor de realisatie van extra woningen in het kader van de centrumvisie. Dus de verplaatsing, detailhandel, winkelruimte, omzetten naar woonruimte, et cetera. Betekent dat ook dat je bijvoorbeeld in het centrum niet meer sprake kan zijn van een dubbele stemming? Bijvoorbeeld dat je dus panden die leeg komen te staan, dat je dus beneden bedrijf kan, panden zou kunnen hebben en boven een woning zou kunnen hebben. En wat zijn daarvan de gevolgen dan voor deze versnellingsagenda? Daar zijn dus een aantal punten in, als ik verder gewoon dat stuk heb gelezen, die dus niet... Er zouden een aantal zaken afgehandeld worden in een bepaalde periode. En een drietal punten zijn niet gedaan. Onder andere is dat in kaart brengen voor de opbouw van de wijken voor wat betreft inkomen, leeftijd en woningtype. En het samen met de coöperatie eenzijdige wijken en buurten bepalen. Dat geldt ook voor de periodieke monitoring van doelgroepen en periodiek de afspraken herijken voor de gewenste omvang van sociale woningraad. Dat heeft niet plaatsgevonden, dat kan. Ik heb ook gelezen dat het wel komt. Maar belemmert dat de voortgang ook? Of heeft het consequenties voor de voortgang, laat ik het zo zeggen? Niet iedereen is aangesloten bij een ouderenbond. En er zou gesprekken mee zijn. In het kader van lang zult u wonen. Mensen die niet zijn aangesloten bij die ouderenbonden, hoe worden die bereikt? En tenslotte heb ik nog een opmerking, dat is ten aanzien van die tijdelijke woonunit. Wij raden u aan om de locatie voor deze unit vooraf met de omwonenden te bespreken om problemen achteraf te voorkomen. Dat waren mijn opmerkingen en vragen. Dank u wel, voorzitter. De heer Mors, D66. Dank u, voorzitter. Ja, het heet versnellingsagenda. Wat ons betreft mag die dan ook heel snel gaan, want het meeste gras is al voor onze voeten weggemaaid. Dank u zeer, heer Marsman. Onder andere het gasloos en de beginnerswoningen. Maar juist over die beginnerswoningen. We weten dat sociale woningbouw ook 10% boven die grens mag zitten. Ommen heeft er juist voor gekozen om het onder 10% onder te doen. Daardoor ontstaat er eigenlijk ook een gat. Hoe gaan we dat gat oplossen? Nou, en dan snel bouwen. Ja, daar ligt eigenlijk het accent op. In de hoop dat dan daardoor ook de plancapaciteit in de toekomst wordt verhoogd. Hoeveel zekerheid hebben we het of is het wishful thinking? Dat was het. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel.
Ja, wij hebben er toch iets anders naar gekeken van, met de naam versnellingsagenda. Want ik kijk er meer naar een inhaalagenda van wat er de afgelopen jaren is blijven liggen. Want als het gaat om bijvoorbeeld sociale woningbouw, lag er in 2010 een heldere afspraak met de Veste. Waarin er behoorlijk wat sociale woningen, bouwwoningen gebouwd zouden worden in de nieuwe wijk rond Alteveer. Dat is niet gebeurd. Er waren volgens mij 365 woningen gefaseerd. En nou ja, goed, wat die inhaalslag betreft zijn wij blij dat er wat opgepakt wordt. Ja, voorzitter, alleen missen wij een stukje uitvoer. Er wordt wel wat omschreven over crisisopvang. We hebben er al eens meer als fractie van de VOV vragen over gesteld in bepaalde situaties. En dat waren dan situaties gericht op personen. En dit gaat eigenlijk meer om een algemene zin. Want wat wij missen is een concrete omschrijving van op welke manier we daarmee omgaan. Mensen met huisuitzettingen, maar ook mensen met psychische problemen, op welke manier wij die gaan opvallen. En als ik het goed uit mijn hoofd heb, staat er iets in de bijlage op bladzijde 8 en 9. En daar zouden wij voor behandeling in de Raad toch wel een uitgebreide visie van het college willen zien op welke manier ze daarmee om willen gaan. En op welke manier ze woningen wil reserveren voor deze crisisopvang. Daar in onze optiek moet daar ook, ik zei al, naar de massa, maar ook naar de individu gekeken worden. Vooral waar het gaat om crisisomvang voor psychische gevallen. Want we moeten zien te voorkomen dat er dit soort mensen geplaatst worden, zoals nu gebeurt, op campings of waar dan ook, en aan een lot overgelaten wordt. Ja, voorzitter, daar wat gaat over de woonafspraken met de provincie, lees ik toch een beetje een tegenstelling. Want aan de ene kant wordt gezegd dat er een belemmering is en aan de andere kant wordt gezegd van dat het meewerkt aan de uitvoer van dit programma. Dus ik heb daar graag van de portefeuillehouder een uitleg over van hoe ik dat moet lezen. Ja, voorzitter, over de sociale woningbouw is al het enige gezegd. Goed dat het opgepakt wordt. Sluit ook wel een beetje aan wat ik nu aangeef van wat de vorige spreker heeft gezegd. Want wij zijn ook wel nieuwsgierig van hoe het college denkt om te gaan met de behoefte naar middenklaswoningen. En als je kijkt naar landelijk kijkt, dan blijken er toch wel investeerders, projectontwikkelaars te zijn die op dat segment willen bouwen of geld willen investeren. Dus ook daar zou ik graag van het college een uitleg willen hebben van hoe daar naar gekeken wordt en hoe daar mee omgegaan wordt. Ja, voorzitter, en dan de VVD-fractie die gaf het ook al aan, want de verbazingwekkend over van de woningbouw in het centrum. Dat daar geen ruimte meer voor is. Hè. Volgens mij zijn de plannen nu op de Vassenerplein om daar 3 woningen te bouwen en nog wat met bovenwoningen. Maar wij vroegen ons ook af van hoe het college kijkt en wat de afspraken zijn met de projectontwikkelaar rond het project Middenstaat, Gasthuisstraat. Want als ik het goed begrepen heb, gaat de projectontwikkelaar daar niet meer verder. Wat zijn nou nu de mogelijkheden? Want het kan toch niet zo zijn dat daar in verval blijft liggen, terwijl we ruimte nodig hebben. En de vraag is voor woningen en met name sociale woningbouwen en zelfs oudere woningen in en dichtbij het centrum. Dus ook graag een reactie van het college hoe ze daarnaar kijken. Ja, voorzitter, ook wat betreft de behoefte in de kleine kernen. Ik had er graag gezien en ik zou er ook een uitleg over willen hebben van laten we ons niet fixeren alleen op koop en bouw en zelfbouw in die kleine kernen. Want ook daar is vraag naar sociale woningbouw en misschien wel middenklasse woningen. Dus ook dat stukje, ja, daar missen we eigenlijk in de bijlage een concrete omschrijving van hoe het college daar mee kan gaan. Voorzitter, ook in stuk staat iets van, of dat nou goed is of niet. Je ziet dat mensen zich daar, de oudere mensen zich daarmee redden. Dat er mensen veel langer zelfstandig moeten blijven wonen. Het zij in eigen woningen of in zogenaamde aanbouwwoningen. Wat mijn fractie in ieder geval voor ogen heeft, is dat daar in combinatie met het zelfstandig blijven wonen een zelfstandige, maar ook betaalbare zorg bijpast. En op die manier kunnen we misschien ook wat besparen in het kader van de budgetten die daar aan de particulieren aan gegeven worden. Om in ieder geval, en ook graag verhoor ik daar van de wethouder in welke denkrichting daarnaar gekeken wordt, betaalbare zorg in combinatie met zelfstandig blijven wonen. En daar hou ik het even in eerste termijn bij. Mevrouw Makkega.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn veel vragen gesteld en ik heb mijn lijstje langsgelopen en ik heb nog wel een vraag. En dat gaat vooral over, er is een haalbaarheidsstudie wat genoemd, dat het inloophuis. En ik was erg wel benieuwd wie daarbij betrokken zijn en hoe op dit moment de stand van zaken daarvan is. En wanneer we mogelijk de resultaten kunnen verwachten. En andere vragen over bouwen in het centrum, et cetera, die zijn gesteld, duurzaamheid. Dus dank aan de collega's. Het woord is aan wethouder Scheurder. Dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik de vraag maar even puntsgewijs beantwoorden zoals ze zijn gesteld. Ja, allereerst dus naar de heer Marsman toe. Ja, de naam versnellingsagenda zou kunnen suggereren dat er alleen sprake is van een kwantitatieve impuls. Dat is echt niet het geval. Natuurlijk wordt gelet op de kwaliteit. En de punten die je noemde, die zijn daar ook wel degelijk zeg maar in begrepen. Laat ik dat illustreren aan de hand van wat u als eerste noemde, de duurzaamheid. En daar waren ook meerdere vragen over, zoals het gaat om het gasloos bouwen. Allereerst natuurlijk hebben wij een gericht programma waarbij we niet alleen zeg maar als gemeente spreken over de mogelijkheden voor duurzaamheid, maar ook goed contact met de vesten en projectontwikkelaars die zeg maar daarbij betrokken zijn. En dan gaat het over iets meer dan zonnepanelen. Het gaat ook over zonnepanelen overigens, maar dat is een breed agenda. U weet ongetwijfeld dat wij ook energiecoaches hebben en die zetten we natuurlijk ook in bij dit hele verhaal. Laat ik me ook maar even noemen van aanleiding van afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag heeft het college een besluit genomen om ook mogelijkheden te geven voor subsidies voor mensen met een smalle beurs als het gaat om spouwmuurisolatie. Dat is een duurzaamheidsimpuls, ook voor mensen met een smalle beurs. En ja, dat gasloos bouwen. Ja, dat is overigens een ingewikkeld verhaal. U zegt terecht dat er sprake is van een wetsvoorstel, dat is waar. En uiteraard wordt steeds, als er een traject is, overlegd van in hoeverre er sprake kan zijn van zeg maar gasloos bouwen. En dan kunt u denken aan allerlei moderne instrumenten zoals warmtepomp en wat iets meer zijn. Maar het is ook waar dat zeg maar als de klant erom vraagt en die zegt van goh, ik wil beslist een huis met een gasaansluiting, dan zijn we op dit moment nog wettelijk verplicht om dat te leveren. En dat is even dus het dilemma. Nou, wat betekent dat nou voor Omme? Nou, als gezegd, met alle projectontwikkelaars, met de vesten, hebben we het erover, goh, van hoe zien we het en zien we hier kansen? Maar nogmaals, als dus de klant zegt van ja, ik sta erop om een gasaansluiting te krijgen, kunnen we die niet weigeren. Maar wij hopen er natuurlijk op dat dit wetsvoorstel snel door de Staten-Generaal wordt aanvaard. Want dat geeft natuurlijk fantastische kansen voor de Vlierlanden fase 2. En dat wordt onze inzet. Dus laten we kijken of we dat, zeg maar, volgend jaar gaat het dan echt spelen. Hè, dan komt het echt in ontwikkeling om dan een en ander op te pakken. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag en uw zorgen over de duurzaamheid heb beantwoord. Ja, de heer Remmels had het over de bestaande markt. Wordt die daar niet mee onder druk gezet? Dat is deels natuurlijk altijd waar als je nieuw bouwt. Het is overigens niet zo dat zeg maar Omme alleen maar aantrekkelijk is voor Ommenaren. Gelukkig maar. We zien ook best wel zeg maar belangstelling van buiten. Het is niet de markt waar we ons in eerste instantie uiteraard op richten. Maar ja, uit alle onderzoeken, en daar wees al mevrouw Van Schunselaar op, uit de primocijfers blijkt ook wel dat er extra vraag is. Er is ook sprake natuurlijk van verdunning. We zien gewoon de tendens dat minder mensen binnen een huis wonen. Dat zet zich ook door. Dus al met al hebben wij wel het beeld dat zeg maar dit kan. Om de simpele reden ook dat wij aan Omme toch al een stukje achterstand hebben weg te werken. Ja, wat betekent dat nou voor particulieren en de mogelijkheden voor bouw? Kijk, particulieren die hebben natuurlijk ook een mogelijkheid als ze vallen in de afspraken onder de harde plancapaciteit. En die gevallen zijn er ook. In Lemelen, nou, was net ook een vraag voor, is daar zo'n voorbeeld van, maar ook in Omme zelf. Dus vallen ze onder de harde plancapaciteit, hebben particulieren gewoon net zoveel mogelijkheid als de gemeente. Daarin discrimineren we niet. Ja, kijk, als het nieuwe plannen zijn, maar dat geldt ook voor de gemeente, dus buiten die harde plancapaciteit, ja, dan krijg je een nieuw verhaal. Dan moet je ook weer naar de provincie toe om dat gewoon rit te krijgen.
Met de vesten hebben wij een uitstekend contact. Daar ben ik heel blij mee. Dus ook geregeld overleg. Gisteren mocht ik ook de officiële visitatie van de vesten doen. En daarin heb ik ook aangegeven dat ik van mening ben dat we inmiddels een voortreffelijke relatie met de vesten hebben weten op te bouwen. En dat zie je ook op een heleboel fronten. Het is niet alleen maar het bouwprogramma. Hè, dat staat hier dan een beetje in centraal natuurlijk. Ik ben ontzettend blij met het feit dat er nu eindelijk harde afspraken kunnen worden gemaakt over de sociale huur. Ik geloof dat het de heer De Jonge was die zei van ja, god, we hebben jarenlang geen sociale huur gebouwd. En dat is waar. Dus het wordt hard tijd dat we dat gaan doen. Dat gaan we ook doen. Daar gaan we ook harde afspraken over maken. En volgende week gaan we die ook al tekenen. Maar er zijn ook andere positieve dingen te melden. Nou, het gaat een beetje te ver, tenzij er nog vragen over zijn om dat allemaal te noemen. Ik wijs op één ding, bijvoorbeeld de woonruimteverdeling. Was ook echt een jarenlang moeilijk punt in Ommen. Ook die, dat is gelukkig behoorlijk verbeterd. Ja, de boerenerven. Dat is een lastig verhaal. Dat is waar. Ik zal het ook niet ontkennen. Daar is misschien wel iets positiefs over te zeggen. Want wat we zien is dat inmiddels, maar dat is heel recent, dat er toch een paar opties zijn verkocht. We hebben daar natuurlijk 12 kavels. En inmiddels is het zo dat we daar 2 opties hebben kunnen afgeven. En in de Grex is ook voorzien in 2 per jaar. Maar we hebben achterstand. Dat neem ik ook niet weg. Maar wat je ziet is dus, er komt nu wat belangstelling. En waarschijnlijk is dat ook heel simpel. Omdat we dus geen directe concurrentie meer hebben natuurlijk van de particulieren. Want al die boerenerven zijn inmiddels verkocht. Dus er is weer wat belangstelling. En ik heb aangegeven, goh, laten we nou eens kijken van hoe het zich ontwikkelt. Kijk, volgend jaar moeten we natuurlijk daar echt een definitieve knoop over doorhakken. He, als die positieve ontwikkeling zich doorzet, ja, dan is er geen aanleiding om daar natuurlijk in te gaan schrappen. Maar als dat tegenvalt, dan moet je toch alternatieven op tafel leggen. En ik heb gezegd, en dat meen ik ook echt, dan moet ook elk alternatief bespreekbaar zijn. Ik meen dat de heer Bongers ooit een keer heeft gezegd van, oh, kijk nog eens naar die grondprijs. Dat is niet het eerste waar ik aan denk, maar alle alternatieven moeten bekeken worden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan verdichten. He, je kunt zeggen, er staan er nu 3 op een kavel. Je kunt ook denken, nou, denk aan 4. Dat is ook een reëel plan overigens, wordt nu ook uitgedacht van misschien moeten we daar op verder. Wat gaan we doen met de haven? Nou, dan gaan we eerst afbouwen. Dan heb ik het natuurlijk op Haven West. Gaat goed volgens schema. Terstegen is daar op een uitstekende wijze bezig. U heeft ook begrepen dat inmiddels ook een gesprek is met de postduivenvereniging om ook geplaatst te worden. Dat geeft natuurlijk ook weer lucht. Dus we gaan het eerst netjes afmaken. Maar uw vraag doelde natuurlijk op Haven Oost. Ja, ook daar geldt natuurlijk van, dat valt buiten de harde plancapaciteit. Dus dat moeten we wel betrekken, hè, na de afspraken uit mijn hoofd 2021. Overigens weten we dat daar grondposities zijn, ook van anderen die ongetwijfeld bij de gemeente op de deur zullen kloppen. En zeggen van, goh, zullen wij daar nog eens een keer een mooi plan voor maken? Ik schat dat in 2019 wij daarmee aan de slag gaan. Accountant heeft er ook op gevraagd. Hè. We hebben dat ook ten tijde van de jaarrekening even gehad. Zo van, goh, wanneer gaan we met Haven Oost in ieder geval planmatig aan de slag? Nou, dat zal dus in beginsel 2019 zijn. Tenzij de markt in 2018 zodanig aantrekt, hè, dat we daar iets extra's moeten doen. Maar dat is eerst niet te verwachten. Dan vroeg de Partij van Arbeid ook nog naar plancapaciteit in meer algemene zin. Ja, ik kan daar het voorbeeld van Lemelen noemen. Hè. U duidde daar al op. Ja, we hebben in Lemelen nog harde plancapaciteit, 20 stuk zelfs. Die is overigens overwegend in eigendom van een particulier. Maar het neemt niet weg dat daar dus toch wel mogelijkheden liggen. En uiteraard kijken we daar breed. Dus niet alleen maar naar particulier opdrachtgeverschap. Want u heeft volkomen gelijk, ook daar is behoefte aan woningen voor mensen met een smalle beurs. Mevrouw Schunselaar, u had het over de Primos-cijfers. Daar heb ik dus al iets over gezegd. Die zien er goed uit voor Ommen. En dat is ook een van de redenen geweest dat Ommen ook met kracht van argument bij de provincie kon zeggen van ja, u stelt dat, dat in de hele provincie er te veel gebouwd wordt. Wij in Ommen hebben toch de bijzondere positie dat we groeien en dat we achterstand hebben. En wij zullen waarmaken datgene wat wij hebben beloofd. Dat is een van de redenen voor deze versnellingsagenda. Ik denk dat de Primo-cijfers ons daarin het gelijk stellen. Overigens ook de cijfers van het CBS laten dat zien. Dus op dat punt
denk ik dat het wel goed is. Ja, het belangrijkste probleempunt, en dat is door meerdere genoemd, is het centrum. Van hoe zit dat nou precies? Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het wel goed is om bij de centrumvisie en de uitwerking daarvan nog eens even precies te kijken. Een aantal van de zaken in het centrum vallen onder de harde plankcapaciteit. Dus als het gaat om het hele verhaal van Artica, of het gaat om de Westflank, de Kopvarsene Poort, werd onder andere door de VV genoemd. Dat soort dingen vallen onder de harde plankcapaciteit. Maar inderdaad, er zijn ook ongetwijfeld wensen om winkels te versterken met bijvoorbeeld woningen daarboven. Dat is een aloude wens in deze raad. Dat valt op dit moment buiten de harde plancapaciteit. Dus we moeten daar heel precies naar kijken wat voor gevolgen daar zijn. En ik denk dat we daar niet een algemene maatregel op moeten nemen, maar gewoon aan de hand van praktische plannen kijken van goh, wat is mogelijk. Op het moment dat je daar een algemeen verhaal van gaat maken, dan krijg je ongetwijfeld de provincie op je dak. En ja, ik hou van een dak als het gaat om woningbouw, maar niet in zo'n dak. Dan was uw vraag nog van gewoon een aantal dingen zijn niet geanalyseerd. Is dat nou een belemmering voor de voortgang? Dat is niet het geval. Hè. Een mooi voorbeeld is natuurlijk het verhaal van de eenzijdige wijken. Nou, ik kan u op dat punt geruststellen. We hebben maar één eenzijdige wijk in Ommen en dat is Ommen-Zuid. En ik heb niet de neiging om dat een probleemwijk te willen noemen. Dan had u nog de vraag naar de oudere bonden en hoe mensen die daar niet lid van zijn kunnen worden aangetakt. Het is zo dat in het proces van Lang Zult U Wonen een belangrijke rol is weggelegd voor de SPO. Hè, de stichting die ook in de participatieraad participeert. En die is heel breed samengesteld. En die hebben al jarenlang dit op de agenda. En zijn ook een warm pleitbezorger voor een brede benadering voor Lang Zult U Wonen. Inclusief de certificaten die erbij horen. En op dat punt heb ik geen enkele zorg. Het verhaal van de tijdelijke units, uw opmerking van goh, ga vooraf daar met de bewoners spreken, dat wat ons betreft spreekt dat voor zich. Dat gaan we natuurlijk doen. Dan D66, beginnerswoningen, ja, en het gat. Daar heeft de heer Moors een belangrijk punt te pakken, want dat is inderdaad een potentieel probleem. We proberen dat daarin te voorzien. Kijk, het is zo dat de woningwet is veranderd en dat betekent dat in dit geval de Veste alleen maar sociale huur kan organiseren en bouwen. Dat betekent dus dat er een vraag is, wat doen we met sociale koop en een wat duurdere huur? Nou, daar proberen we in te voorzien en ik heb daar op dat punt ook wel goede hoop. Allereerst merk je dat zowel als het gaat om sociale koop als de wat duurdere huur, inderdaad plaatselijke ondernemers belangstellend zijn om dat te doen realiseren. Die denken aan plaatselijke bouwondernemers en dergelijke. En daar gaan wij dus ook mee aan de slag. En sterker nog, bij de Vlierlanden hebben we daar al eerste ideeën over gehoord. Dus dat gaat goed. Ik denk dat dat goed komt. Maar dat moeten we wel goed blijven monitoren, want u heeft daar wel punt, daar is zeker markt voor. Dan de heer De Jonge. Ja, u stelt het terecht dat we wat in te halen hebben. Dat is ook zo. En ik ben blij dat de Veste en de gemeente op dat punt nu harde afspraken hebben kunnen maken. U had vooral ook een pleidooi voor maatwerk. En ik hoop dat dat uit het geheel van de versnellingsagenda wat duidelijk is, dat we dat maatwerk ook daadwerkelijk willen realiseren. We hebben een heel breed palet aan plannen op het gebied van sociale huur, sociale koop, middenhuur, vrije kavels en wat iets meer zijn. En we hebben natuurlijk ook nog, dat staat hier niet zo centraal in, alle plannen die zijn voor woonzorg. Dus ik denk dat we dat brede maatwerk inderdaad kunnen leveren. U vroeg ook nog naar de passage over de provincie. Is de provincie nou een belemmering of een meewerker? Als gezegd, de provincie heeft Ommen wel voorgehouden van goh, u heeft een hoge ambitie, maar kijk eens wat u de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Staat dat niet op een gespannen voet? En moeten wij niet het aantal woningen wat u wilt bouwen, het contingent, doen verminderen? Nou, daar hebben we stevige gesprekken met de provincie over gehad. En met kracht van argumenten kunnen aangeven waarom wij denken dat we deze ambitie kunnen waarmaken. Gesteund door de cijfers, het is al gezegd, Primos, CBS, maar ook de concrete plannen die er zijn. En de praktijk bewijst dat ook. Ik wijs bijvoorbeeld alleen al op de Vlierlanden. 1A was zo weg, 1B was zo weg. 1C kunnen we dus nu in procedure brengen.
Dat gaat echt als een tierenlier. Dus daar gaan we ook gewoon mee door. Ook u had zeg maar vragen over het centrum. En het verhaal van de Middenstraat, Gashuisstraat, dat is inderdaad een specifiek probleem. Vergt ook om een specifieke benadering. Kijk, het feit dat daar een ontwikkelaar zich teruggetrokken heeft, hebben we ook vastgesteld. Laten we even kijken van hoe we dat verder nu kunnen oplossen. U vroeg nog naar de specifieke situatie in de kleine kernen. Die is als volgt. We hebben uiteraard het beleid dat ook de kleine kernen leefbaar willen houden. Dus als daar vraag is, dan gaan we daar zeker op in. En de vraag is dan bepalend. Er zijn mogelijkheden en er zijn ook plannen. Nou, u kent het verhaal van Witharen. Helaas ligt het op dit moment bij de Raad van State. Toch hebben we goede hoop dat zeg maar daar de woningbouw kan worden gerealiseerd. In Leemelen heb ik net in reactie op de Partij van de Arbeid al gemeld van dat daar zeg maar mogelijkheden liggen. He, daar is dus een concreet initiatief van onder andere plaatselijk belang om daar CPO toe te passen. Ik vind dat een geweldig initiatief. Ik ben heel blij met dat type van initiatieven. Hetzelfde geldt in feite voor Vilsteren, dat is zelfs al verder. Hele goede samenwerking ook met onze BOH en plaatselijk belang. En dat gaat daar zelfs zover dat men denkt aan een wooncoöperatie. Dat zijn echt hele mooie initiatieven en we hopen daarop door te gaan. Nou, als u wilt kan ik ook nog over de andere wijk, kernen iets vertellen. En hoe zorgen we nu voor betaalbare zorg en zelfstandig wonen? Persoonlijk vind ik dat een van de lastigste vraagstukken. Ook al omdat wij natuurlijk als gemeente daar niet primair over gaan. Wij bouwen niet zelf. Dus het zal eerst een ontwikkelaar moeten zijn die daarin is. Kijk, en ook de zorgorganisaties zijn erin beperkt door het scheiden van wonen en zorg wettelijk. Wat we zien is dat er wel degelijk een aantal initiatieven zijn. En waar mogelijk proberen wij die ook te steunen. Een beroemd voorbeeld uit de nabije verleden was de Stekkerkamp. Nou, dat hebben we ook met enig enthousiasme willen steunen. Ten slotte mevrouw Makkinga. Na al die vragen had u nog eentje over. Hoe zit het met het inloophuis? Inloophuis is een mooi initiatief van een aantal organisaties, waaronder RIBW, K-Vriendelijk was erbij betrokken, om gezamenlijk iets voor toch betaalbare woning, zelfstandig wonen te doen, in combinatie met een aantal sociale functies. Dan kunt u denken aan het eetcafé en andere. Juist omdat daar zoveel partijen bij betrokken zijn, blijkt het ook een ingewikkeld proces te zijn. Het kan haast geen toeval zijn. Morgen heb ik daarover een gesprek met de initiatiefnemers. En dan zal ik even informeren van hoe nou de daadwerkelijke stand van zaken is. En ik ben graag bereid om u daarover natuurlijk nader te informeren. Tot zover, voorzitter. De tweede termijn. Wie meldt zich voor de tweede termijn? De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Toch nog even aanvullende op de gasloze wijk. Terecht verschijnt dat de wethouder zegt van ja, de wet is er nog niet. En als er beslist gas moet komen, dan heeft het komen. Ik denk dat we daar toch ook mogelijkheden hebben om eventueel een gedeelte van de Vlierlanden aan te wijzen als gasloze wijk. En op het moment dat mensen daar dus inderdaad op intekenen, dat ze weten dat het daar gasloos is. Dus je zou natuurlijk een gedeelte, en misschien wel het verste weg van de bestaande gasleidingen, dat besparen we het meeste, maar gewoon aanwijzen en zeggen van goh, in dat gedeelte is het dus gasloos. En ik denk dat we daar ook waarschijnlijk misschien wel een bepaalde doelgroep ook van buitenom zouden kunnen aantrekken, want dat was juist zo belangrijk met die 150 woningen op de bestaande markt. Als we meer van buitenaf kunnen halen, maakt het dat alleen maar makkelijker. En ik denk dat we dan misschien toch een bepaald unicum hebben ten opzichte van omliggende plaatsen, zodat wij alvast daarin vooruitstrevend als we zijn als gemeente Ommen daar misschien voorop kunnen lopen. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb even nog een vraag over het centrum van Ommen. Want u zegt dus ja, een aantal zaken vallen binnen die harde plantcapaciteit. Maar datgene wat ik bedoelde valt daar buiten. En u zegt ja, daar moeten we wel mee aan de slag. Er zal meer informatie hierover komen. Ja, dan kunt u mijn vraag verwachten. Wanneer kunnen wij dat verwachten? Kunnen we dat krijgen en daar zo over gaan praten? Dat is het eerste. En het tweede is wat u dus zei over de boerenerven. Ik ben de afgelopen weekend ook nog eens even geweest. Ja, het klopt. Daar loopt het niet zo hard. Het is wel mooi dat er dus nu wat vooruitgang in zit. Maar u zegt ja, volgend jaar, althans dat ik het goed gehoord heb, volgend jaar
moeten we toch eens kijken, als het niet loopt zoals het gepland was, dan moeten we wel goed zeggen, zoals het gepland was, dus 2 per jaar. Misschien moeten we dan kijken naar alternatieven. Dan geef ik even vooraf al af van ja, de mensen die dus daar hebben ingetekend, of de mensen die er al wonen. Breng je die dan niet in verwarring ten aanzien van die alternatieven? Want u zegt 3 en dan 4 misschien. Nou, daar, misschien als u daar iets over kunt zeggen. En de rest heb ik geen vragen meer. Dank u wel. De heer Mors. Dank u, voorzitter. Even in aanvulling op de heer Remmers heb ik eigenlijk een hele concrete vraag over gasloos. Van ja, het is zo zoals u nu zegt, maar als de wet erdoor komt, is de gemeente, als ze dan ook in gemeente Ommen, neem me niet kwalijk, ook van plan om ook daadwerkelijk te eisen dat het een gasloze wijk wordt? Deze discussie speelt trouwens in Assen ook vandaag. En ik heb nog een tweede opmerking, want ik was nog niet klaar, meneer de voorzitter. Op de site van de Veste, daar is heel duidelijk te lezen dat de Veste kan de sociale woningbouw toen plaatsvinden voor inkomens tot €46.262. Voor Ommen en Hardenberg is gekozen voor €36.165, waardoor dat gat juist groter is geworden. Dat was even de vraag waar ik graag nog concreet antwoord op zou willen hebben. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, van Assen nog maar weer terug naar Ommen. Voorzitter, even, want ik begreep van de wethouder en in mijn optiek heb ik daar geen vraag over gehoord. Maar ik vind het wel goed om te horen dat de relatie tussen de gemeente Ommen, het college en de Veste op dit moment goed is. Ik hoorde de wethouder zeggen van ja, er zijn goede afspraken op papier gezet. Dat blijkt ook uit het document. Maar ik wil toch wel een nadrukkelijk beroep doen op het college om op de naleving toezicht te houden. Want wij hebben zeg maar, en ondanks dat nu misschien een nieuwe bestuurder aanwezig is, hebben we daar met voorgaande contracten, prestatiecontracten met de Veste en hun toenmalige partner Argum en Eerde zeer slechte ervaringen. En daar is Ommen wel de dupe van geworden, met name in sociale woningbouw, maar ook in middenklasse woningen die Argum en Eerde zou bouwen. Dus ik vraag aan het college als ze zeer op willen letten op de naleving van de gemaakte afspraken in het prestatiecontract. Voorzitter, de wethouder die heeft een stukje antwoord gegeven in algemene zin op mijn vraag over maatwerk. Nou ja, goed, in principe helder antwoord. Alleen ging dat stukje maatwerk in optiek van mijn fractie over de crisiswoningen. Want ook daar hebben we wat in te halen. Want dat heeft de afgelopen jaren behoorlijk stilgelegen. En volgens mij heeft het college ook wel eens hier aangegeven dat hun dat zelf zorgen baart. En ik zou graag, en dat was ook mijn vraag, voordat het stuk in de raad komt, door middel van een raadsbrief of misschien wat nadere informatie willen horen op welke wijze het college daar tegenaan kijkt en op welke wijze zij daar harde afspraken wil maken met de Veste over het vrijhouden van woningen voor deze categorie. Ja, voorzitter, en wat betreft dat citaat van de provincie, het zal allemaal wel, ik moest alleen constateren dat aan de ene kant in het stuk staat dat het een belemmering is en aan de andere kant in het stuk staat dat we er profijt van hebben. Dus vandaar de vraag van hebben we er nou profijt van of is er een belemmering? En ik begrijp van de wethouder met al zijn enthousiasme dat hij de gulden middelweg kiest en zegt van nou er is geen profijt en ook geen belemmering. En dat houdt er maar zo als dat goed is voor om en we kunnen daarmee ontwikkelen zonder dat mevrouw Bijleveld met een grote vinger aan de pols ingrijpt, dan vertrouw ik op het college. Ja, voorzitter, ook daar waar het gaat over de beantwoording over dat stukje centrum, waar de projectontwikkelaar aangegeven heeft niet verder te gaan. Daar hebben we al lang geleden een raadsbrief over gehad. En ik zou ook daarover toch wel graag, en niet alleen in het kader van de centrumvisie, daar zou ik wel graag wat meer informatie op korte termijn willen hebben. Want ik heb eens een keer met wethouder de Keurs daar een gesprek over gehad en die gaf aan van dat daar mogelijkheden lagen voor woningbouw in plaats van de activiteiten die de projectontwikkelaar daartoe wilde passen. En dat spreekt mij zeer aan. En ik zou daar ook wel graag willen kijken, ik heb dat in de verkeersvisie ook aangegeven, naar de relatie of we daar misschien wat kunnen uitruilen met parkeerplaatsen. Dus maar goed, kortom, ik wil niet te ver afdwalen. Ik zou graag daarin op korte termijn en misschien ook wel voor behandeling in de raad een heldere visie van het college over willen zien. Ja, voorzitter, Wit-Haren
is eigenlijk niet aan de orde geweest, maar de wethouder daagt mij daarin wel een beetje uit. Want als je zeg maar kijkt, want volgens mij is er 16 augustus een uitspraak, of 10 augustus, van de Raad van State. En als je dan kijkt de plannen waar ik in het collegebesluit heb gelezen van... Waar het café gevestigd is geweest om daar ook verder te ontwikkelen en te kijken naar woningbouw, 2 of 3 woningen, dan wil ik toch wel nadrukkelijk hier aan het college meegeven van om hier toch maar eens de, en dat had in mijn artikel ook aan de overkant moeten gebeuren, de duurzaamheidsladder daartegen aan te leggen. Hè, dat is een opdracht die in de kader van ruimtelijke ordening ambtelijke organisaties en colleges moeten hanteren. En dat mis ik hierin om ook wel, want het college, de wethouder gaf ook aan, het voorbeeld de Stekkenkamp. En in mijn optiek, ik wil niet terugspitten, er is een besluit genomen met deze raad, maar hadden we daar de duurzaamheidsladder tegen aangelegd, dan was de uitkomst in mijn optiek wel iets anders geweest. Ja, voorzitter, en dan bijna tot slot, ben ik wel benieuwd, want daar komt dan nog weer zo opeens tussen neus en lippen door uit de mond van de wethouder, dat de lokale ondernemers bereid zijn om te investeren in bepaalde woningbouwprojecten. Nou, daar hoor ik dan ook heel graag wat meer van. Hè, want de centrale overheid en de minister heeft aangegeven van er zijn Japanners en Amerikanen aan de popelen om te investeren in Nederland in middenklasse woningen. Nou, mijn optiek is van laten we dat graag behouden bij de lokale ondernemers. En daar zie ik dan ook heel graag een plan van hoe dat loopt en welke afspraken daarmee in de pen zitten. Ja, nou dan wel tot slot, voorzitter, want dat houdt het misschien ook wel een beetje makkelijker voor de behandeling in de raad. Van, mijn fractie wil graag houden aan degene wat er afgesproken is, wat ook de Rekenkamercommissie heeft aangegeven van een 2-jarige evaluatie. En dan ook een zodanige evaluatie waar de bijstellingen in mogelijk zijn. En nou, op dit moment kijk ik redelijk positief het stuk wat er nu ligt over evaluatie en bijstellingen. En die zou ik dan graag binnen 2 jaar en indien nodig eerder willen zien. Meneer de voorzitter. Een vraag stellen? Ja, dat kan. Sorry, ik zal even mijn vragenlijst na te kijken. En, ja, ik blijf nog steeds wat getriggerd door dat kopje in de versnellingsagenda waar staat een stuw meer aan vragen. En ik vond het er zo sterk staan dat ik toch echt wel graag antwoord wil van de wethouder van waarop die uitspraak gebaseerd is. Het woord is aan de wethouder. Ja, voorzitter. Ja, laat ik maar met de laatste beginnen. Ja, het is geen tsunami of zo, hoor. Het is alles een beperking. Maar het feit dat we bij Vlierlanden 1B hebben moeten loten, geeft al wel aan. En dat het ook in no time weg was, geeft al wel aan dat er heel veel vraag is. Zo simpel is het. Niet meer, niet minder. De heer Remmels had nog een vraag over die gastloze wijk. Hij daagt in feite ons uit. Zo van, goh, kunnen we niet aan de bak met dat gastloze verhaal? Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. En ik neem het graag mee terug in het college. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld fase 2 voor je landen gewoon bepalen tot. Maar uiteraard, het is aan uw raad. Hè, maar, en ik wil het ook eerst even in het college verder bespreken. Mevrouw Schunselaar, u had het nog even. Ja, goh, kunnen we dan wat betreft het centrum daar wat breder over dingen. Maar liefst niet mee bij de centrumvisie. Ja, ik vind dat wat ingewikkeld. Juist omdat... u was het niet. Sorry, dat was de andere. Dat was een collega. Excuus. Ja, want ik denk dat het inderdaad verstandig is om het bij de centrumvisie te betrekken. Want het is een van de elementen van het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie. Ik denk dat verstandig is om dat te doen. En er is natuurlijk ook samenhang. Hè, want het gaat natuurlijk bijvoorbeeld over de uplift van winkelbestanden en dergelijke. Dus laten we het dan doen. En we zullen ongetwijfeld in het college het verhaal van de centrumvisie binnenkort krijgen. En ik verwacht dat we dit najaar er al verder over kunnen spreken. Dan had u nog de vraag over de boerenerven. Ja, van wat betekent het nou als je volgend jaar het programma gaat herzien, hè, voor mensen die er al hebben ingetekend. Ik heb al aangegeven dat ik niet in eerste instantie denk aan prijsverandering. En dan zou je mensen inderdaad in de verwarring brengen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld een nieuw stukje gaat verdichten, hè, zoals ik zei. Nou ja, daar worden mensen niet koud of warm van die er al wonen, schat ik zo. Ja, kijk, als je daar 8 woningen in 1 keer gaat zitten, wel natuurlijk. Maar of het van 3 naar 4 is, lijkt me dat niet zo aan de orde is. Want u weet het zijn behoorlijk grote kavels, hè, dus er is best wel wat te doen. Zo moet u dat zien. Dan de heer
Mors, ja, dus ook over gasloos. Als er een wet is, van gaan we dan ook echt bepalen, hè, dat het gasloos is? Nou, dat komen we dus snel op terug. En als gezegd, Vlielanden 2 leeft zich daar misschien uit. Ja, en u heeft volkomen gelijk dus over dat punt van het gat. U heeft terecht gelezen dat de Veste daarin, zeg maar, het bedrag lager heeft gezet. Je kunt ook dat positief duiden natuurlijk, in die zin dat ze echt een poging doet om de, ja, om alle huurwoningen onder de 680 te gaan krijgen. En dat is natuurlijk voor mensen met een smalle beurs wel een fantastische impuls. En dat vind ik wel zo waardevol, dat je zegt van, goh, steek erop in. Maar ja, dan moet je inderdaad voor het overige wel investeren. Dus vandaar inderdaad ook sociale koop stimuleren en wat iets meer zijn. De heer De Jonge. Ja, u heeft natuurlijk gelijk dat we een historie met de Veste hebben. En natuurlijk zullen we in het gesprek met de Veste ook steeds zeg maar het programma voor ons hebben. En kijken wat wordt er gerealiseerd. Als gezegd, dinsdag gaan we al de afspraken tekenen. En we zullen ook de komende maanden natuurlijk toezien op de realisatie van een en ander. Ja, ik was u nog een antwoord schuldig op de crisiswoningen. Dat is waar. Ik denk dat we daar niet een aparte kwantitatieve opgave hebben, anders dan voor de statushouders. De statushouders krijgen wij een getal opgelegd. Maar het is inderdaad zo dat we daar specifiek beleid op moeten ontwikkelen. Dat doen we overigens gedeeltelijk samen met in regioverband, Centrum Zwolle. Juist ook om goede zeg maar, contacten te houden, ook naar de herberg daar. Hè, want als je hier niet gehuisvest kan worden, dan moet je naar de herberg toe. Het is wel zo dat wij nu al nadenken over een aantal woningen in Ommen, hè, noodwoningen. Daar wees mevrouw Schunselaar al op. Uiteraard gaan we eerst zeg maar, met de bewoners erover praten. Ik ben natuurlijk graag bereid om de raad daar ook nauwlettend op te informeren door middel van een raadsbrief. Nou, Centrum heb ik het net over gehad. Wit Haren, nou, je opmerking over de duurzaamheid ladder, die pakken we natuurlijk mee. Op zichzelf genomen is het zo dat die ladder trouwens altijd geldt. Geldt zelfs voor de stekkerkampen, zelfs de Raad van State heeft nog gecheckt. Dus zo kunt u hem ook weer zien. Dan, lokale ondernemers. Ja, op het moment natuurlijk dat het plan wat verder uitgewerkt is, zeg maar, dan gaan we natuurlijk u informeren hoe dat precies zit. Maar ik ben blij met deze ontwikkeling. En ja, uw opmerking over het periodiek evalueren, die onderschrijven wij ten volle. Tot zover, voorzitter. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze ronde. En ik ga er maar vanuit dat dit als bespreekstuk naar de raad gaat. Wordt geknikt. Dan gaan we nu over naar agenda punt 6, notitie, alle kinderen mogen meedoen. En dat gaat over de inzet van de kleinsmaatmiddelen in de gemeente Ommen. Wie wenst er over het woord te voeren? De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. De kleinsmaatmiddelen, sterker nog de geoorbekte kleinsmaatmiddelen. Nou, laat ik het nog duidelijker zeggen, door motie stevig geoormerkte kleinsmaatmiddelen. Partij van de Amor-motie. Voorzitter, in de verschillende brieven zijn ook de kaders terug te vinden waar het om gaat om de kleinsmaatmiddelen. Er wordt eenvoudigweg in 6 verschillende sporen geleid. Even kort, het geld is bestemd voor benodigdheden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18. Voorzieningen zijn in natura, aanvullend moet het zijn op bestaand beleid. Het vergroten van het bereik, betrek kinderen daarbij. Het is belangrijk om de stem van onze jonge Ommense inwoners te horen. Integrale samenwerking. De gemeenten worden nadrukkelijk opgeroepen om op lokaal niveau samen te gaan werken. Er is bij verlangd dat partijen een gezamenlijk aanbod ontwikkelen, zodat er één aanspreekpunt komt. Voorzitter, als ik dan het voorstel zie voor de inzet van de benodigde middelen, dan kom ik eigenlijk maar tot een bedrag van ongeveer 20.000, wat daaraan voldoet en de rest niet. Dat geldt bijvoorbeeld absoluut niet voor het zogenaamde mobility mentoring. In mijn optiek, en volgens mij ook in de optiek van de kleinsmaatmiddelen, wordt daar geen budget vanuit de kleinsmaatmiddelen voor ingezet. Jeugdsportfonds, prima. Jeugdcultuur, Stichting Leergeld, uitstekend initiatief.
Als het maar echter gaat om bijvoorbeeld het noodfonds kerken, het preventie primair onderwijs, preventie voortgezet onderwijs, preventie mbo, het bijna 18, dan moet het wel gaan om een stevig aanvullend budget of nieuw beleid. Nogmaals, volgens de 6 criteria faalt het dan op een van de criteria. En dat gaat dan ook vooral om mobility mentoring en de preventie primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Daar word ik eigenlijk wel graag reactie op. Door motie stevig gooien met de middelen in de verhouding tot de inzet en de voldoen aan de 6 criteria zoals die genoemd zijn. En die kaders zijn heel duidelijk omschreven. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Nou, laten we vooropstellen dat het fonds, of beter gezegd de middelen, een prima zaak is. Wij ondersteunen dat graag, want het gaat om een kwetsbare groep. En ik denk dat we met z'n allen erover eens zijn dat de jeugd een goede kans en goede faciliteiten moeten bieden. Dus daar staan we op zich heel positief in. Ja, en dan kom je inderdaad op de criteria van waar stellen wij de middelen aan beschikbaar. En dan zitten toch wel een paar, collega hiernaast, meneer Moerman heeft het ook al gememoreerd, toch wel een paar principiële onjuistheden in. En ik denk echt dat we daar nog een keer kritisch met de stofkam doorheen moeten. Ik noem er nog eentje expliciet. Er wordt een noodfonds opgericht voor inwoners te ondersteunen die nergens anders terecht kunnen. Dan denk ik, ja, maar daar zijn wij juist als gemeente verantwoordelijk voor. Daar hebben we een samen doen team voor. Daar hebben we allerlei faciliteiten voor ingericht. En als dan die middelen toegekend worden aan er nog een op te richten noodfonds voor te beheren door kerken, dan gaan we een stap te ver. Want dan worden belastinggelden gebruikt voor kerken die daar weer hun doelen aan gaan besteden. En dat kan principieel niet. Dus graag de middelen besteden. Graag op een goede manier. Maar er zitten wel een paar principiële onjuistheden. En nogmaals, ik denk dat de criteria heel goed genoemd zijn door collega Moerman. Dus wat mij betreft wordt de notitie nog enigszins herzien, voorzitter. De heer Masman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. 55.000 euro structureel per jaar erbij. Klinkt natuurlijk heel mooi, maar ik denk dat het natuurlijk ook wel een aanleiding was waarom dat zo geregeld is. En dat moeten we natuurlijk ook wel even goed in de gaten houden. Maar goed, laten we kijken of we het heel goed kunnen inzetten. In ieder geval ook geoormerkt, zoals gezegd. Maar we hebben twee vragen en een opmerking. Om maar met de opmerking te beginnen is dat er in de tekst toch hier en daar weer wat storende textuele fouten staan. We blijven het maar onder de aandacht brengen. Vraag 1 heeft ook inderdaad te maken met die 6 voorwaarden. Gaat voornamelijk over het bereik vergroten. Daar worden ook een aantal voorstellen gedaan in de notitie. Onder andere het wettelijk minimum van 110 naar het 110 van het netto besteedbaar inkomen. Nieuwe initiatieven worden er gestart. Jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds krijgen zelf ook nog eens een keer een forse impuls erbij. Maar wat we hier eigenlijk een beetje missen is eigenlijk hoe dit alles onder de aandacht wordt gebracht. Hè. Het stuk heet ook niet voor niks, alle kinderen mogen meedoen. Maar hoe gaan we dat nou dan precies bereiken? Want bij de besteding van de middelen zien we eigenlijk geen geld richting voorlichting of naamsbekendheid. Ik wil het woordje promotie niet in de mond nemen, maar wel het bekendmaken onder die doelgroep die we niet bereiken. Dus daar hebben we wat zorgen over of dat wel goed gaat. En het laatste punt, meneer de voorzitter, en dat gaat over het raadsvoorstel. En onder het. Dan wil ik de wethouder toch graag meenemen naar de tekst die daar genoemd staat onder risico's. Want daar lezen we, let op, dat er een risico bestaat dat door alle aandacht de belasting op de fondsen kan toenemen. En toen hebben we elkaar in de fractie wel even wat schaapachtig zitten aankijken, want dat is toch juist de bedoeling. Volgens ons hoort dat woordje risico daar niet te staan, maar in de volgende zin. Dus wat ons betreft wordt dat raadsvoorstel heel iets aangepast over de komende 2 weken. Tot zover. De heer Lubbeck. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb al heel verschillende dingen gehoord, maar ik ga toch maar even eerst het verhaal van het CDA doen.
Voor ons inderdaad ligt die notitie die recht doet aan de titel volgens ons, namelijk alle kinderen van 0 tot en met 18 mogen meedoen. En dan komt het rijtje wat de heer Moerman al opzomde. Extra geld te reserveren, dat klopt. Voorziening in natuur aan te bieden, dat klopt volgens mij ook. Extra aanvullende maatregelen op bestaand beleid te treffen, klopt volgens mij ook. Of het vergroten van het bestaande bereik mogelijk te maken. Inderdaad, dat moeten we dan nog maar afwachten, maar het wordt mogelijk gemaakt. En tevens wordt er in het stuk namelijk nadrukkelijk naar gestreefd, en dat vinden wij heel goed, op lokaal niveau samen te werken met bestaande maatschappelijke organisaties. Prima. Om zo te komen tot een gezamenlijk aanbod. Prima. En één aanspreekpunt. Prima. Ook aan preventie. Door middel van spellen wordt er aandacht aan besteed. Ja, en over die mobility mentoring, daar kun je over discussiëren. Maar aan de andere kant, er wordt wel aandacht besteed aan schulden. En dat vinden wij natuurlijk heel goed. Ook is er nog een klein budgetje over, namelijk het zogenaamde groeibudget voor inwonersinitiatieven. En dat juichen wij ook toe. Het CDA denkt dat met de voorliggende notitie het wel gaat lukken om meer kinderen te laten deelnemen aan sportieve, maatschappelijke en educatieve activiteiten. En we hebben nog wel twee vragen die meer over het algemene gaan. De eerste vraag luidt: in het traject van de totstandkoming van deze notitie zijn ook twee leden van de participatieraad betrokken geweest. Onze vraag is dan, is dit een lijn die we in de toekomst ook gaan voortzetten? En de tweede vraag, in hoeverre is de Stichting Om en Samen Sterk betrokken geweest bij de verdeling van de kleinsmaagelden? Dat zouden wij graag willen weten. Ik dank u. Ik dacht even dat u wel bezig was met uw raadsbijdrage, maar op het laatste moment kwamen er nog twee vragen. Het woord is aan de heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, wij hadden een aantal technische vragen en die horen we niet in dit gremium te stellen. Dat hebben we dus ook buiten deze vergadering gedaan. We zijn door de betreffende ambtenaar uitstekend bediend op één klein puntje na dat niet acuut beantwoord kon worden. En dat vergt nog wat naspeurwerk, dus we vertrouwen erop dat we dat krijgen. Er zijn daarentegen wel een aantal politieke issues ons ter oren gekomen en hebben we zelf bedacht dat hoort hier niet thuis, of eigenlijk ook niet thuis. Dus wij hebben voor dit moment geen vragen, voorzitter, maar wij nemen al wel vast een voorschotje op de vraag die u ons straks wellicht gaat stellen, of het een bespreekstuk dan wel een hamerstuk zou moeten zijn. En wij willen dit heel graag in de raad bespreken, voorzitter. Dank u wel. Dan is dat alvast besproken op basis van de regels. Mevrouw Wenners. Dank u wel, voorzitter. Op het stuk, ik ben er blij mee dat we weer wat meer financiële middelen hebben om te kunnen gebruiken hiervoor. Het is altijd handig. Er wordt ook expliciet door haar genoemd, of de mensen in het stuk genoemd, vanaf 0 jaar. En dat mis ik nog steeds in Ommen. Ik heb al eens eerder voor gepleit, ook bij het Jeugdsportfonds. Ik zou graag zien dat de middelen ook gebruikt worden vanaf 0 jaar. Baby's kunnen met hun ouders meedoen aan verschillende dingen, zoals babyzwemmen, babyyoga, noem maar op. Gaat op naam van het kind. En de ouders die hebben ook het profijt van dat er gelijk een sociale kring ontstaat waar ze bij bezig zijn. Dus daar wil ik nogmaals voor pleiten of dat ook meegenomen kan worden om dat dan toch eens gaan toe te passen hier. Daarbij mis ik een stukje qua voorlichting naar de personen toe. Er wordt heel veel richting scholen gedaan met spellen. Vanaf een half jaar voordat ze 18 worden krijgen ze persoonlijk bericht van ja, je bent zometeen 18 en dan? Vanaf je 13e mag je een bijbaantje hebben, dus waarom kan het niet vanaf die leeftijd wat op de persoon meer meegenomen gaan worden van joh, wat betekent het voor je ouders als je gaat werken, wat mag je vanaf je 13e, enzovoort, enzovoort. Het onder de aandacht brengen ook, ik zie het ook in het communicatie terug in het raadsvoorstel, er wordt weer alleen genoemd Facebook en per stuk in de krant. En hier mis ik gelijk al de connectie met de jeugd en dat is Instagram. Want er zijn ook jeugdigen die het wel bij de kop pakken en zien van hey, mam, pap, misschien is dit wat voor ons. Want ze kennen de situatie vaak thuis wel en weten wat er wel of niet mogelijk is. En zullen het hun ouders geven in plaats van andersom. Dus ik zou ook graag willen dat het gelijk in die communicatie al goed wordt meegenomen.
Tot zover. Dank je. Ik ga ervan uit dat de suggesties in de vragende vorm aan de wethouder zijn gesteld. Het woord is aan mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Even twee dingen vooraf. Ja, Masman is soms ook heel erg kritisch, of tenminste to the point. Ik lees in het stuk voormalig mevrouw Kleinsma, staatssecretaris Kleinsma. Nou, volgens mij is er nog steeds zaken. Is er nog steeds. En er staat ook in het stuk, en ik wil het toch wel even meegeven, dat de kosten voor de bibliotheek voor kinderen tot en met 17 jaar is nog steeds 0 euro. Dus dat is een slecht voorbeeld wat erin staat. Dan eventjes naar het stuk. Wat mij een beetje zorgen maakt, Baat, en dat is al eerder gezegd van, ja, het moet goed verteld worden, mensen moeten het weten. Er staat op een gegeven moment ook een zinsnede van dat de kinderen meegenomen worden in de plannen ter verdeling van de gelden. Ik zou graag iets meer daarover willen weten, want het is wel heel belangrijk. Scholen natuurlijk ook en... Wat mevrouw Wender zegt, ja, social media is natuurlijk een heel goed middel, maar er moet gewoon meer gebeuren. Dus ik heb toch wel wat zorgen over de communicatie. Dan heb ik een opmerking en ik dacht dat het CDA ook al had over de participatieraad. Ik vind het jammer dat die participatieraad hierin dus niet een advies heeft afgegeven. Ik heb wel begrepen dat men dus vanaf het begin... in het traject is meegenomen. Advies is niet afgegeven om moverende redenen. Daar kun je van alles van vinden. Maar ik dacht toch zo dat de participatieraad een zelfstandig instituut was. En ik zou het ook graag toch... Ik had het erg op prijs gesteld als de participatieraad toch haar eigen advies hierover gegeven had. Met misschien nog wat aanvullingen, opmerkingen. Ik heb een vraag. Misschien is dat een... kijk, het is op 55.000 euro en nog wat, structureel. Maar met alles... stel nu dat er een stormvloed van een tsunami van aanvraag komt. Laten we het woord maar even gebruiken. Als we over dat budget heen gaan, het totale budget, hoe gaat het dan? Dus schep je geen verwachtingen. Aan de ene kant doe je alles om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Prima, moet ook gebeuren. Maar wat doe je als je eigenlijk de pot op is? Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Het woord is aan wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Het gaat om stevig geoormerkte kleinsmaamiddelen. Dat heeft de heer Moerman goed aangegeven. Het is overigens wel zo, uw raad gaat erover. En ik heb met mevrouw Kleinsma, die inderdaad demissionair is, want dat is het juiste woord op dit moment. Ik heb er ook persoonlijk met haar over gesproken. Het is de raad die erover gaat. Kijk, men heeft afgesproken dat Den Haag wel wordt geïnformeerd. Dat noemen ze een zachte oormerking. Het is niet zo dat u gehouden bent om het precies op de manier zoals voorgeschreven door Den Haag het uitvoert. Dat is niet zo. Het is wel zo dat als alle gemeenten het op een hele bijzondere manier gaan uitvoeren, die haak staat op de bedoeling, dat Den Haag natuurlijk wel achter de oren gaat krabben en zeggen van, goh, maar hebben we het hiervoor bedoeld? Nou, laten we het maar intrekken. Dus gemeenten doen er wel erg verstandig aan om het volgens de bedoeling van Kleinsma uit te voeren en daar ook over te rapporteren. Zo zit het in elkaar. Nou, heeft de criteria heeft hij inderdaad goed genoemd en... U had op dat punt wel wat zorgen van voldoen wij aan de criteria. Ik heb daar geen enkele twijfel. Wij voldoen aan de criteria. Ook al omdat ik daar zelf met Kleinsma over gesproken had. En laat ik maar direct het punt van mobility mentoring pakken. Want daar was ze laaiend enthousiast over. En ik kan me dat ook al voorstellen. Want dat is voor het eerst dat er een integrale benadering is van het armoedebeleid op gedrag. Kijk, we hebben bij armoede hebben we natuurlijk heel lang gedacht dat armoede wordt veroorzaakt door omstandigheden en dat we dus de omstandigheden moeten veranderen. En deels is dat waar. Maar armoede is ook een gedragsverhaal. En we moeten weten wat het gedrag daadwerkelijk is. In het jargon heet het, arme mensen zijn niet dom, maar arme mensen kunnen wel domme dingen doen.
En de mobility mentoring laat zien dat, zeg maar, en dat is zelfs wetenschappelijk onderbouwd, dat als je armoede stress hebt, dat je domme dingen doet. En mobility mentoring is nou is een techniek, is een methode die heel breed, zeg maar, dat zeg maar centraal stelt. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat geeft natuurlijk de mogelijkheid ook voor ambtenaren en alle organisaties, en dat zijn er nogal wat in Ommen die ermee bezig zijn, ook daar daadwerkelijk rekening mee houden. Dus als er dan weer eens een mevrouw bij de balie komt en die zegt van ja, goh, ik kreeg een map mee met onder andere een vragenlijst met 37 vragen en ik heb ze niet ingevuld, dan lijkt dat buitengemeen dom. Want ze had toch met het invullen van deze 37 vragen, had ze misschien wel een aanvullende uitkering kunnen krijgen, whatever. Maar het kan ook zijn dat je gevoel krijgt van, goh, maar wat is nou de situatie van deze vrouw? En wat heeft nou met zich meegebracht dat ze heeft gehandeld zoals ze heeft gehandeld? En mobility mentoring is dan ook van een groot belang om dat al snel te doen. Want het proactieve beleid vergt dat je met de kinderen begint. En ja, daar is nog ontzettend veel te winnen. En nou ja, toen wij daar met Kleinsma over spraken, zei ze al van, goh, in Alphen aan de Rijn zijn ze er al mee begonnen. De eerste resultaten zijn er al. En Ommen en trouwens ook Hardenberg zijn de tweede in Nederland. Van harte aanbevolen. En even kijken. Ik heb een hele stapel. Kijk, daar zei ze, er is een hele stapel met het rapport. Ik wil u nadrukkelijk uitnodigen om dat eens te lezen voor de raadsvergadering. Warm aanbevolen. Uw tweede punt betrof preventie en dan met name naar het onderwijs. En die opmerking neem ik wel ter harte, want het staat er wat algemeen geformuleerd. Het is natuurlijk wel zo dat wij ook met het onderwijs daarover willen spreken. Maar dat een aandachtspunt is, daar geef ik u groot gelijk in. Het is natuurlijk wel zo dat onderwijs natuurlijk een ongelooflijk belangrijke vindplaats is. Dus we moeten het onderwijs er ook daadwerkelijk bij betrekken. Maar dat was uw punt niet. U had meer kritiek op de wat meer abstracte formulering van een en ander. En daar kan ik me iets bij voorstellen. De heer Bongers. U had zorgen over zo'n noodfonds naar de kerken toe. Ja, gaan we dan kerken subsidiëren? Ja, en geef het dan niet zeg maar aan een organisatie die ook andere doelstellingen heeft. In algemene zin kan ik uw zorg delen, maar het is ook zeer bewust ervoor gekozen dat dit noodfonds niet een noodfonds is bij de kerken, het is een apart noodfonds, weliswaar beheerd door kerken. En waarom is dat nou zo van belang? Het is van belang omdat zeg maar, kerken toegang hebben tot mensen die wij als gemeente niet zien. Wij hebben daarmee een andere doelgroep te pakken. En helaas moeten we vaststellen dat er toch nog te veel mensen de gemeente niet weten te vinden. Wat we ook doen. Ja, ik kom straks nog wel over de communicatie te spreken hoor. Maar dat is wel een heel belangrijk facet. En we zien gewoon dat kerken, en dat is al eeuwenlang zo, via de diaconieën natuurlijk daar heel goed werk doen. En de kerken zijn in staat, en dat is even het punt op van goh, er zijn misschien mensen die buiten de regelingen vallen. De gemeente is gehouden uit rechtmatigheidsoverwegingen, en de accountant controleert dat ook, om volgens regels, zeg maar, maximaal aan toekenningen te doen. En je zult altijd zien dat er gevallen zullen zijn die daar buiten vallen, om wat voor reden dan ook. Het kan een zelfstandig argument zijn om te zeggen, god, dan moet je misschien een particulier daarvoor een mogelijkheid geven. Nou, als je een particulier hebt die zeg maar, dat goed doet, en dat zijn de kerken, dan kun je daar misschien zeg maar, iets extra's in doen. Dat is de reden om daaraan te denken. Dan de heer Marsman. Ja, er was een aanleiding. Absoluut, laten we dat vooral niet vergeten. En inderdaad, het idee is om zeg maar het bereik te vergroten. En u had wel wat zorgen over van, goh, maar hoe krijgen we dat dan bij de mensen? Ik ben op dat punt een stuk minder bevreesd. We hebben een geweldig convenant en dat convenant Ommen Armoede Vrij is ondertekend door alle organisaties in Ommen die er eigenlijk toe doen, die hiermee bij betrokken zijn. Dat zijn er inmiddels 30. En die stellen zich dus ten doel om zeg maar mee te werken aan het Ommen Armoede Vrij maken. En dat is een heel breed netwerk. Nou, als al die organisaties aan de slag gaan, reken maar dat we dan vele mensen zullen bereiken. Dat is in feite een benadering die denk ik wel kansrijk is.
We moeten niet alleen maar het verwachten van burgers die dan wel aan de gemeenteloket zullen kloppen. Zo komen we er niet. Maar dat is misschien een goed mogelijkheid. Ik ben het overigens volledig met u eens dat de risicobeschrijving een verkeerd beeld geeft. Dus naar die tekst ga ik zeker even kijken. Ja, de heer Leuwik die sprak al over mobility mentoring en ik ben het graag met u eens. Het is een nieuwe aandacht voor de schuldenproblematiek. De participatieraad was ook, ik meen mevrouw Schunselaar, die zei van ja, hoe zit dat nou? U heeft er allebei naar gevraagd. Het is zo, wij proberen steeds meer mensen vanuit de participatieraad en liefst dan ook ervaringsdeskundigen mee te nemen in het beleid. Dus voordat een en ander ook echt daar op tafel komt. Ja, en dat heeft in dit geval tot het zeer positieve resultaat geleid dat de participatieraad zei van nou ja, alles staat erin, ja, we kunnen blanco advies geven, maar het is klaar. Maar ik snap uw punt, en dat is een hele principiële van mevrouw Schunselaar, van goh, dat moet dan maar wel even gebleken. En ook de participatieraad als adviesorgaan heeft haar eigen rol. Dus die nemen we zeker mee voor een volgende keer. Op dit moment kan ik wel stellen dat de participatieraad buitengemeen tevreden was over dit stuk. En ja, Omen Samen Sterk is part van het convenant. Hè. Is zelfs de initiatiefnemer van het convenant. Dus is volledig betrokken bij het beleid en ook bij de uitvoering. Dan D66. Ja, nogmaals het pleidooi om ook babyzwemmen en dergelijke te doen. Nou, ik zeg u graag toe om er nog eens een keer naar te kijken. €55.000. Het is niet gezegd dat dat geheel opraakt. Hoewel het ook andersom kan zijn. Dat is een andere vraag. Ik ben wel bereid om te kijken of dat kan worden uitgezocht. Ik stel vast overigens dat we al wel de grens hebben verlaagd van 6 naar 5 jaar om het zwemmen mogelijk te maken, hè, de diploma zwemmen. Maar hier ligt misschien nog wel een kans. Voorlichting gericht op personen. Ik heb hem even meegenomen. Hartstikke mooi boekje. Voor boven de 18. Hè, dat krijgen dus de middelbare scholieren. Dus Nubut en mevrouw Lagas die zegt erbij dat ze zelf het blijkbaar ook nog wel even wil lezen. Dat kan. Ik had niet het idee dat u nooddruftig was en dat u dat zou daarom moeten lezen. Ze is wel boven de 18. Ja, ze is wel boven de 18. Maar dit is dus bedoeld voor mensen die dus 18 nog moeten worden. En ik kijk even rond, volgens mij is dat dus niet voor u. Uw punt van 13-jarigen, dat vind ik een heel, heel goed punt. Ik ben graag bereid om daar ook eens een keer in het convenantverband over te spreken. Ik denk dan natuurlijk met name aan de scholen, hè, om daar iets specifieks te doen. Ik vind het een heel mooi aandachtspunt. Uw punt van social media, gewoon geparkeerd, duidelijk. Heeft daar een punt en dat gaan we zeker oppakken. En het zal iets verder gaan dan alleen maar Instagram, schat ik zo. Dan mevrouw Schunselaar, ja, ik wees ook al op mevrouw Kleinsma. En de bibliotheek, ja, in de notitie, ik las het ook, ik denk, hè, de bibliotheek, dat is toch gratis? Nou, heeft hij helemaal gelijk in. Alleen, in de notitie is hij dus in het begin neergezet als een mogelijk voorbeeld wat je zou kunnen pakken. Maar in de maatregelen hebben we die bibliotheek helemaal niet genoemd, hè? Dus ik snap de verwarring, maar goed, het is dus geen maatregel in de bibliotheek, het is nog steeds €0, dat houden we zo. Hoe hebben we die kinderen meegenomen? Dat is nog wel een belangrijk punt, want we kunnen wel van alles verzinnen. Maar de kinderen zelf, die hebben natuurlijk ook wensen. En dat hebben we wel degelijk gedaan. We hebben een uitgebreide enquête gehouden, Vechtdoek College bij betrokken. Dus erg goed gedaan. En toen zagen we wat de daadwerkelijke wensen waren. Zeer verrassend was dat een heel breed palet was aan wensen. Het was dus heus niet dat alle kinderen een tablet of een laptop wilden. Want dat was eigenlijk een beetje de verwachting. Nee, het was echt een heel breed verhaal. Mee mogen doen aan een schoolreisje bijvoorbeeld. Was er ook zo eentje. Nou, zo zijn er diverse dingen gebeurd. Participatieraad heb ik over gehad. Hoe dan als we eroverheen gaan? Nou ja, we monitoren natuurlijk wel de uitgaven. Hè? Dus op het moment dat dreigt fout te gaan, dan zijn we er zelf bij. Het is overigens geen open eind. Zo werkt het natuurlijk niet. Het is niet zo dat we een regeling hebben en komt die maar halen. Zo werkt het gelukkig niet. En eerlijk gezegd denk ik, dit is wel een heel breed pakket aan maatregelen. Maar ik schat wel van dat we nog erg ons best moeten doen om al het geld weg te zetten. En daar kom ik denk ik direct bij de heer Moerman weer terug. Van als dat geld overblijft, waar gaat het dan heen? Nou, dan moeten we zeker kijken of we dit voor de desbetreffende doelgroep overeind weten te houden. Maar nogmaals, daar gaat ook weer de raad over. Tot zover. De tweede termijn. Wie wenst zich te melden voor de tweede termijn? De heer Bongers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kom toch nog even op, terug op het punt van de besteding van de gelden. Nou, allereerst vind ik het, begin ik wel te merken dat er steeds meer een versnippering plaatsvindt. En enerzijds is het natuurlijk voor de verschillende doelen goed, maar qua coördinatie heb ik dan toch de vraag van wat, waar ligt nou precies de grens, wat doet de gemeente en wanneer gaat het dan over naar andere fondsen, goede doelen. Terecht is door mijn buurman bij begin al aangegeven, zorg dat, dat er geen versnippering optreedt. Eén aanspreekpunt. En we moeten ook oppassen dat we onze eigen rol van de gemeente daarmee niet weg laten glippen. Want ik vind primair zijn wij met z'n allen verantwoordelijk voor een goede toekomst van onze jeugd. En een principieel punt blijft dat kerken hebben hun eigen fondsen, die hebben een diaconie waarmee ze goede dingen doen. Prima, maar publieke gelden om dat over te hevelen naar de kerken die hun eigen doelstellingen hebben, vind ik principieel onjuist. Het is scheiding van kerk en staat. En kon het vast aan, mocht u het niet wijzigen, dan zullen wij het zeker amenderen in de raad. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog even, ik wil ook nog graag even terugkomen op die noodfonds kerken. Want ten eerste, niet iedereen is meer bij een kerk aangesloten of niet iedereen is bij een kerk aangesloten. U zegt heel duidelijk van, u stelt van ja, via de diaconie en dergelijke, dan zal het wel goed gaan. Dan kan ook, er komt ook koud en controle alles over. Maar, ik weet niet of u op de hoogte bent, ik pak even de katholieke kerk dan, hier in Ommen. En meneer Leuwik zal dat ook weten. Dat is een heel ander verhaal geworden. Dus wij zitten als wij. De katholieke kerk zit niet meer gewoon, dus de katholieke kerk, veel zoveel katholieke kerk om. Maar het is gewoon één gemeenschap. Lemelenveld zit erbij, Honas zit erbij, Dalsen zit erbij. Hoe gaat u dat doen? En hoe is de controle daarop? En ik kan me ook wel aansluiten met datgene wat de heer, wat de LPO zegt. Ja, kerk en staat zijn natuurlijk gescheiden. Dus ik heb daar ook wel grote vraagtekens bij. Dus ik wil daar wel graag meer duidelijkheid over hebben. Nee, de rest is allemaal prima beantwoord. Dank u wel. Voorzitter, ik heb nog één vraag. Nou, bij deze. Dank u. Dat was omdat Trent Hipongers opmerkte over die partijen dat die inderdaad integrale samenwerking. Wat ook in het stuk staat, het belang dat partijen een gezamenlijk aanbod ontwikkelen, zodat er één aanspreekpunt komt. Dat is natuurlijk leuk, maar waarom doet de gemeente dat niet? Bij monden van het Samen Doen Team. Waarom dat overlaten aan andere partijen? Dat is de vraag. De heer Leuwek. Ja, ik heb nog twee puntjes als ik dat zo hoor. Eerst over dat noodfonds. Daar wou ik toch nog wel iets over zeggen. Het is de bedoeling dat u vraagt. En niet ja, maar goed, zegt, want het zeggen mag u beperken. Of dat mag u in de raad doen. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Noodfonds, er wordt steeds meer beroep gedaan op. Dus ik zou toch wel graag hebben dat mensen die helemaal niet kerkelijk gezind zijn, toch steeds vaker aankloppen bij de kerken. Dat wou ik dan allemaal even meegeven. Het tweede punt is, het wordt toch zeker een bespreekstuk. Ik had hier nog staan, we wilden toch wel graag zoiets als een evaluatie zien na één jaar. Kunt u dat ook toezeggen? Of is dat te snel na één jaar? Niemand meer in de laatste impuls, dan is het woord aan wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst, de heer Bongers heeft terecht gewezen op de mogelijke versnippering. Hè. Dus vandaar inderdaad één formulier, één aanspreekpunt. De heer Moerman wees er ook al op. Kan de gemeente dat niet doen? We gaan natuurlijk met de convenantpartners daar eens even goed over praten. En ik neem uw suggestie zeer natuurlijk mee. Want ik ben het met u wel met de heer Bongers eens. Principieel is het zo dat de gemeente hier primair is. En hoe zit het nou met dat noodfonds? Ja, dat is toch wel een misverstand. Want er zou een misverstand kunnen bestaan dat de gemeente geld geeft aan kerken die daar iets dus mee gaan doen. En raak je dan niet het beginsel van een kerkenstaat? Nou, nog niet principieel trouwens. Dat komt dan eventueel later. Maar dat is hier niet aan de orde. Wat hier aan de orde is, is dat er zeg maar, vanuit de kerk een fonds komt. Hè, er wordt een aparte rechtspersoon waar de diaconieën zeg maar, een bijdrage in geven.
zodat het een ommer verhaal wordt. Hè? Want dat was ook de angst van mevrouw Schunselaar. Geef het nou straks niet aan een kerk die ook in Dalfsen en ik weet niet waar zeg maar actief is. Nee, dus één noodfonds voor ommen. Diakonieën kunnen daar een bijdrage in doen. En dus ook anderen. En juist omdat zeg maar, we zien dat het een doelgroep kan zijn, is het zeg maar toch wel zaak dat we nadenken over van, willen we dat ook niet ondersteunen. Het noodfonds is een ontwikkeling. Dus zeg maar, ik neem uw opmerking natuurlijk direct mee. Want er zijn ook mensen, dat is mij ook bekend, die het wel binnen de kerk willen houden. Maar wat ik nu weet is dat de meerderheid zegt van apart fonds vermaken voor ommen. En dan kan de gemeente er ook zeg maar een bijdrage geven. Als dat voor u een harde voorwaarde is, en zo begrijp ik de heer Bongers en ook mevrouw Schunselaar, hè, van, nou, dan is dat natuurlijk een extra argument. En dan ga ik ook zeker in gesprek met de kerken zeggen van ja, goh, jongens, we maken hier een apart fonds voor, hè, een aparte rechtspersoon. U heeft daar een bijdrage in, wij hebben daar een bijdrage in en wij zorgen gewoon voor dat het gebeurt. Ik denk wel, dat moet dan wel, dat het wel buiten het rechtsgebied van de gemeente komt. Want anders heeft het geen enkele aanvullende zin. He, dit is eigenlijk een vangnet voor diegene die niet bij de gemeente komt. Anders is het natuurlijk alleen maar een extraatje met een doelgroep die. Er is al een oproep, begrijp ik. Goed. Bongers. Ja, graag. Ik heb een verduidelijke vraag, voorzitter. Want u zegt nu van ja, het noodfonds wat nog opgericht moet worden, daar kunnen we al eisen aan stellen. En u zegt, geeft ook aan mondeling van ja, daar komt ook een eigen bijdrage van de kerk in. Maar dat staat in de tekst niet. In de tekst staat heel duidelijk, zij hebben al hun eigen, laten we zeggen, fondsen, diaconie, noem maar op, waar heel veel goede dingen mee gebeuren. Maar er wordt nog een nieuw fonds opgericht. En daar staat niet bij dat zij zelf ook nog een bijdrage in gaan leveren. Dan denk ik, ja, wat is dan nog de toegevoegde waarde? Behalve het feit dat er dan een etiket op komt van, kijk eens, dat hebben wij verzorgd. Maar het zijn wel gemeenschappelijke, of zijn gelden die uit de gemeenschap komen. Nee, maar ik denk dat we het dan behoorlijk eens zijn met elkaar. Ik ga natuurlijk in gesprek met de kerken met deze wens, nadrukkelijk. Hè, dus scheiding, hè, zoals u door u bepleit. Hè, dus de gemeente gaat niet zeg maar, de kerken rechtstreeks financieren. Dat is een duidelijke zaak. Hè, dus de gemeente heeft alleen maar gelegenheid om dat te doen. Hè, als er sprake is van een apart fonds waar kerken een bijdrage in hebben. Het enige wat ik erbij zeg is van, maar het is dan wel een noodfonds die buiten het gemeentelijk bereik gaat. Hè, want anders heeft het geen enkele waarde. Want wij doen al het nodige. We hebben al onze eigen regelingen en dergelijke. Dus dat begrijpt u. En tenslotte de heer Leubik. Ja, de evaluatie, ja, natuurlijk. We gaan het beleidsplan armoede ook weer updaten. Dit najaar, volgend jaar uiterlijk. Dus ik denk dat het een goed moment is om dit bij elkaar te brengen. Dat spreekt erg voor zich. Hiermee komt een einde aan dit agendapunt. En het stuk gaat als bespreekstuk naar de raad. Dan, voorzitter, en de mobility mentoring. Ik zullen zorgen dat zeg maar alle fracties een exemplaar krijgen voor de liefhebbers. Waarvan akte. Dan gaan we over naar het laatste agendapunt. Ontwerp bestemmingsplan buitengebied herziening vasten naar IJsweg. Wie wenst erover het woord? Dan begin ik bij de heer De Jonge. Nou, dat is weer mooi. Bedankt, voorzitter. Ja, voorzitter. Wij staan zeer positief over tegen deze zeg maar uitruil en wijziging bestemmingsplan. Een win-win situatie. De aanvrager die is in mijn optiek al vanaf 2010 zo'n beetje bezig om de boel te ontwikkelen op de plek daar. En nu de verhuizing naar een plek waar in de optiek van mijn fractie deze bedrijvigheid thuis hoort, daar spreekt u ons zeer aan. En wij zullen ons bij het voorstel aansluiten, voorzitter. Echter één punt, want ik heb het net al bij de andere punten ook aangegeven. Want als je dit voorstel houdt tegen de duurzaamheidsladder, Dan zou er nog wel iets vreemds uit kunnen komen. En meneer Gerlis, die lacht al. Maar dus wij zouden graag van het college willen horen van op welke wijze dit voorstel
verder kan als je afspiegelt tegen die duurzaamheidsagenda. Want als je zeg maar in de eerste treden kijkt, want ik zou het namelijk ontzettend jammer vinden dat wanneer wij als gemeenteraad akkoord gaan, hè, en de gemeentebestuur er verder mee aan de slag gaat, dat het bij de Raad van State stokt. Want in het vorige agendapunt is al aangegeven dat we problemen hebben met de boerenerfenontwikkeling. Een ander project, de landgoederen, hebben we al stop moeten zetten. En als je dat afspiegelt tegen de duurzaamheidsagenda, dan zou het niet verder komen dan de eerste treden, dus terug naar af. Dus ik zou graag van het college willen horen op welke wijze we kunnen voorkomen dat wij wel verder kunnen naar stap 3, namelijk uitvoer. En dat we op voorhand ons al indekken voor afwijzing bij Raad van State. De heer Mors. Dank u, voorzitter. Ja, op zich hartstikke mooi plan. We hadden het zelf kunnen verzinnen. Zo mooi is het. Maar ik heb toch nog één vraag. En dat is op pagina 36. Daar staat namelijk punt 4.2 bodem PM. En er wordt ook gesproken over sanering. En als ik het woord sanering zie, dan denk ik heel snel ook aan bodemsanering. En welke risico's lopen we daar dan? Daar was het. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb een klein vraagje. Op zich gewoon een ontzettend goede, mooie ontwikkeling. Ik heb één vraagje. Het gaat eigenlijk over, misschien, het kan heel snel beantwoord worden, of dit plan om daar nu meer woningen te gaan ontwikkelen dan er nu zijn, wooneenheden er nu zijn, of dat van invloed is op het versnellingsplan woonvisie. Dank u wel. De heer Remmels. Sorry. Schrik. Goed, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben natuurlijk uiteraard gekeken naar het plan en het dossier. En in eerste instantie zijn we daar zeker positief over. Het is een flinke verbetering ten opzichte van het huidige plaatje met een ingestorte boerderij en een bedrijf met veel machines en transportmiddelen. Niet het plaatje wat je zou verwachten en zeker niet zou wensen voor een toeristische gemeente als Ommen. Maar toch komen er wel een aantal vragen boven. De eerste die we hebben is, aangezien recentelijk bekend is geworden dat het bedrijf wil verhuizen naar de Rotbrink, is bij ons toch wel de vraag van, is hier sprake van koppelverkoop? En dat klinkt heel negatief, dat is niet de bedoeling, maar met andere woorden, gaat de verhuizing van het bedrijf door, ook als er geen akkoord komt voor deze bestemmingsplanwijziging? De volgende vraag die we hebben, en die werd al even gesteld, maar toch nog maar even snel, in hoeverre past dit binnen de versnellingsagenda? We hebben net al gekeken naar particuliere initiatieven, heb ik net al naar gevraagd. Het is geen harde plancapaciteit, dus in hoeverre gaan we hier in de problemen komen? Ook met zicht op de Raad van State eventueel. De volgende vraag is van, past dit plan binnen het gemeentelijk beleid hoe om te gaan met Essen? Essen zijn in principe onbebouwd. Er staat al iets, er wordt iets vervangen, er wordt iets uitgebreid. Gaan we in de problemen komen met ons Essen-beleid, om het zo maar even uit te drukken. De volgende vraag die we hebben is er overleg geweest met plaatselijk belang Varssen over de plannen? En tot slot is de verkeerssituatie. In hoeverre gaat de bebouwing invloed uitoefenen op de aanpassingen van de N340, de ontsluiting en wat al niet meer zijn. Tot zover. De heer Maasman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij hebben dit voorstel met interesse gelezen. En we kunnen wat ons betreft ook weer een paar voorstellen doen voor het woord van het jaar wat mij betreft. De eerste is toch wel boerderijenruïne. Nou, dat vonden wij echt een prachtig woord. Maar we zijn overigens wel heel erg blij dat dit aanblik binnenkort, als alles doorgaat, eindelijk komt te verdwijnen. En verder constateren we ook dat naast een koppel spreeuwen en een vlucht regenwulpen er nu ook sprake is van een zwerm van woonbebouwing. Dus met zo'n aanduiding, wie zou hier niet willen wonen? Voor de rest hebben wij op dit ontwerp bestemmingsplan niet zoveel op te merken. We zien het ook wel min of meer als een onderdeel van een deal die gesloten is tussen de gemeente Ommen met de ondernemer in kwestie. En de ene noemt het win-win, de andere noemt het koppelverkoop. Maar goed, de verhuizing naar het bedrijventerrein Rotbrink. We hebben één klein punt wat we wel willen noemen en dat heeft te maken met de geluidsbelasting. Er staat wel in het stuk dat de voorkeursgrenswaarde van een van de woningen overschreden wordt.
En ja, dan de meest geëikte oplossing is dan meestal om te kijken of je de woning wat verder van de geluidsveroorzaker kunt situeren. Dat is in dit geval de N340. Maar blijkbaar stuitte dat op diverse bezwaren van technische, verkeerskundige, landschappelijke en financiële aard. Kortom, alle bezwaren die je maar kunt bedenken. Dus is het aan het college en de burgemeester van wethouders om hier een uitzonderingsregel van te maken. En wij vroegen ons af of er echt geen mogelijkheden waren om toch die uitzondering te voorkomen. Maar we wachten even het antwoord af, maar wat ons betreft zou dit plan wel ter inzage gelicht kunnen worden. Mevrouw Makkega. Ja, voorzitter, bij die laatste opmerking sluit ook het CDA aan. Wat ons betreft kan het ter inzage worden gelegd. Het is een mooi plan en we hebben inhoudelijk verder geen vraag op dit moment. Hoort is aan wethouder Schelen. Ja, voorzitter. Allereerst ben ik natuurlijk ontzettend blij met de positieve insteek van alle fracties. De heer Remmels hief het glas zelfs al, zag ik. Dus dat geeft toch zeker vertrouwen. Maar ik denk dat dit ook wel heel terecht is, want dit is natuurlijk een prachtig plan. En ja, dit is... Kijk, ik vind het woord koppelverkoop, u corrigeerde u zelf al, meneer Remmels, en dat is ook zo. Hier zijn zoveel winnaars. Het is gewoon, wat dat betreft, soms zijn dingen te mooi om in woorden neer te zetten. Maar als je kijkt hoe het gebied hier van profiteert, hoe het milieu in algemene zin hiervan profiteert. De ondernemer, maar dat is wel een ondernemer met mensen vanuit Ommen die daar werken, die mag er beter van worden. En de gemeente zelf natuurlijk ook. Het gaat wel om 1,1 hectare op de Robbrink. Nou, tel uit je winst. Dus dit is echt een prachtig plan. Ja, natuurlijk zijn er wel een aantal dingen te doen. De heer De Jonge zei van, goh, we moeten natuurlijk wel heel goed kijken naar de duurzaamheidsladder. En dat is ook zo. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. En in het bestemmingsplan zelf hebben we daar natuurlijk ook de voorgeschreven paragraaf voor. En die is ook zodanig opgesteld dat we daar ook alle vertrouwen in hebben dat dat ook goed komt. De heer Mors had nog een vraag over, ja, die bodem en sanering. En moeten die twee woorden niet aan elkaar gekoppeld worden? Zitten daar risico's? Nou, kijk, het is zo dat we daar natuurlijk al wel een eerste verkenning gedaan hebben. Het ziet er in beginsel wel goed uit. Maar dat moet natuurlijk worden fijngetuned. En op het moment dat we daar een definitieve bestemmingsplan hebben, gaan we daar zeker nog verder werk van maken. Meneer Geilers kan daar waar gewenst nog wat meer over zeggen. Dan meer woningen dan. Raakt dit de versnellingsagenda? En wat betekent dit voor de provincie? Hè? Het is zo dat dit plan uit en na ambtelijk is besproken, in de buurt, maar ook met de provincie. Het moet nog een formele klap krijgen, dat moet ik erbij zeggen. Maar men was ambtelijk in ieder geval zeer ingenomen met dit plan, dus we hebben geen twijfel eigenlijk dat dit daar positief gaat en dat dus ook niet ons contingent gaat raken. Hoe zit het nou met het Essenbeleid? Ja, kijk, u moet het natuurlijk ook relatief zien. Hè? Wat is er nu en wat komt er straks? Nou, en als je ziet van wat er nu is, hè, nu heeft het zelf al gezegd, hè, met de bebouwing, die betonplaat waar al die trucks op staat en dergelijke, dat is natuurlijk niet echt passend in het Essenbeleid, om het zomaar eens uit te drukken. En moet je kijken wat hij straks krijgt. Ik denk dat dat wel voldoende duidelijk is. Dit is inderdaad een proces wat al jaren loopt, en vanaf 2010 al. En uiteraard is daar ook met PB Vars over gesproken. Ik weet niet wanneer het laatste gesprek erover is geweest. Misschien dat de heer Gijs dat weet. Ik weet wel dat er gesproken is met de provincie ook over de N340, uiteraard. Dat is een nieuwe ontwikkeling. En daar zijn geen problemen gelukkig. Daar wordt rekening gehouden met deze ontwikkeling. Dan de heer Marsman nog. Boerderijruïne. Ja, dat is een winnend woord met Scrabble. Dat is duidelijk. Maar ik ben blij met uw positieve insteek. Uw suggestie over de geluidsbelasting vind ik wel een heel interessante. Maar ik laat graag de heer Geilers daarover antwoorden als het mag, voorzitter. Dan zijn er nog wat technische vragen die hij kan beantwoorden. Ja. Wat is aan de heer Geilers? Dank u wel. De ladder van duurzame verstedelijking, de wethouder had het er ook over. Het zit in het bestemmingsplan opgenomen. Er is aan getoetst, het voldoet. We gaan herontwikkelen op de bestaande locatie. En het aantal woningen is zodanig laag dat dit qua wetgeving, regelgeving omtrent de ladder van de duurzame verstedelijking, dat goed komt.
Het bodemonderzoek, dat is inderdaad, daar staat een PM-post bij. Dat onderzoek dat wordt momenteel uitgevoerd. We hebben geen directe aanleiding om te veronderstellen dat dat in de weg gaat staan van, van de ontwikkeling van het hele gebied. Voordat het ontwerpplan ter inzage gaat, zullen ook daar de uitkomsten van bekend zijn en verwerkt zijn in het bestemmingsplan. Dan heb ik het Essenbeleid. De hele ontwikkeling en de vormgeving daarvan en de keuzes die gemaakt zijn, dat is juist bij uitstek aangesloten op het Essenbeleid. Er wordt gebouwd aan de rand van de Essen zoals dat ook hoort. En er is een beetje gekeken met een schuin oog naar de andere kant van de S, namelijk waar we nu nog de vervallen bebouwing hebben van Vedders en waar straks de Brink moet komen, zeg maar. Daar zie je dat ook aan de rand van de S wordt gebouwd en dat is hier ook het geval. Dus die zwerm van woonbebouwing die we aan de andere kant al hebben staan, bij de Brink, de toekomstige Brink, die zien we hier eigenlijk terugkomen. Zo heet het dan in ambtelijk jargon, ja, dat is nou een keer zo. Overleg met plaatselijk belang Vars en Drissen, wethouder Ter Keurs heeft regulier overleg gehad met de plaatselijk belang Varsen. Daarin is het een keer ter sprake gekomen. Ik heb begrepen dat de initiatiefnemer inmiddels ook contact heeft gehad met plaatselijk belang Varsen, dus dat loopt goed. Akoestisch, één uitzondering. Ja, we hebben akoestisch onderzoek gedaan omdat daar onze grootste twijfel zat. Want ja, je zit daar een beetje op het drukste punt van om, zo'n beetje van hoe gaat dat nou uitpakken voor die woning. Dat viel ons alleszins mee. En daar zijn we eigenlijk wel blij mee. En dat heeft ook voor een groot deel te maken met de aanpak van de N340. Want daardoor zie je dat de weg, het grootste doorgaande gedeelte, hè, het gedeelte waar je uit de richting van Hogeveen komt en naar Zwolle gaat, dat komt verder van deze woningen af te leggen. En dat is een bijzondere positieve ontwikkeling. Dat is iets voor de lange termijn, zeg maar ook dit plan is voor de lange termijn. Dan moet je nagaan dat je bij akoestische wet- en regelgeving altijd kijkt over de situatie over 10 jaar. En over 10 jaar, dan moet die weg toch echt anders liggen. Dat is de bedoeling. Dus, dat is een gevaarlijk opmerking, ouwe. Ja, als, nee, ik kan niks toezeggen over andermans portemonnee, dat moet ik maar niet doen. Dus, maar daar houden we rekening mee, hebben we gezegd van hoe reëel is dat, want daar is nog naar gekeken. Wat is de planologische status? En dan ligt er gewoon een PIP, een provinciaal inpassingsplan, en daar mogen we vanuit gaan. Dus vandaar dat daar rekening mee is gehouden. Nou, kijken naar van hoe ziet de situatie daar landschappelijk uit. Nou ja, je komt tot een ontwikkeling waarin je zegt van, joh, dit is vanuit die optiek het beste, zeg maar. Dan heb je een minpuntje op geluid. En nou, dat is de afweging die je dan maakt. En dan is er inderdaad één woning die een hogere grenswaarde moet krijgen. Maar wat past binnen de ruimte die het college zich mag toe-eigenen. Dus dat is het antwoord op je vraag. Wie wenst een tweede termijn? De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Ik bedoel, ik denk dat de meesten inderdaad heel duidelijk beantwoord zijn. Blijf er toch met eentje zitten. En ik ga het toch nog een keer proberen. Ik heb het zo positief geformuleerd. Het woord koppelverkoop weer nader uitgelegd. Maar ik heb toch echt geen antwoord gekregen op de vraag. Gaat de verhuizing van het bedrijf door, ook als er geen akkoord is voor deze bestemmingsplanwijziging? Of zit daar, hè, want we hebben ook een mindering in de reserves aangebracht om verkochte gronden op de Rotbrink. Ik ga ervan uit dat deze daar ook onder meegenomen is, of niet. Maar dat is dus eigenlijk de vraag. Dus ik ben heel benieuwd wat daar het antwoord op is. Oké. De heer Mors. Dank u, voorzitter. Ik kom nog even terug op de bodemsanering. Want mijn vraag was ook van, ja, het is geen fietsenschuurtje wat er nu op staat. Dus het zou best kunnen zijn dat er eens een vrachtauto heeft gestaan die dieselolie heeft gelekt of wat iets meer zei. Als dat nou wordt gevonden en er moet gesaneerd worden, voor wiens rekening is het dan? Pak jij die? Oké. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. In ieder geval heb ik er dan vertrouwen in dat de toezegging dat die getoetst is en voldoende verwerkt is. Ik laat me toch nog wel even een keer graag door de heer Geilers uitnodigen van op welke wijze hij hier de spiegel voor heeft gehouden. Ten eerste ook wel een stukje interesse, maar ook voor verdere projecten hoe we hier in Ommen mee omgaan. Dan, voorzitter, ja, ik weet niet, ik ben het vergeten in de eerste termijn, maar als je zeg maar het stuk wat voor ligt, daar staat ook een citaat in over werkgelegenheid. En ik zou graag in algemene zin
eens een keer van het college horen. Net gaf de LPO het ook al aan, want we hebben een afwaardering gedaan op de gronden. Althans, het college de vrijheid gegeven om daar eens naar te kijken met de verkoopgronden op de Rotbrink. Er zijn een aantal bedrijven, en dan heb ik het niet alleen over deze initiatiefnemer, maar nog meer de bedrijven die een voordeel hebben gehad, als je daarvan mag praten, over die afwaardering. Die hebben daar gelukkig ook geïnvesteerd in de Rotbrink. En ik zou graag in algemene zin eens willen weten van op welke manier het college daar afspraken maakt over de werkgelegenheid en de werkgelegenheid specifiek in Ommen. Dat hoeft nu niet gelijk beantwoord te worden, maar ik vind het wel eens een interessante om in deze raad eens met elkaar over gedachten te wisselen van wat dat nou precies betekent voor de werkgelegenheid in Ommen. Ja, nou goed, daar waar het wat de antwoording betreft over de N34 en PIP, die ligt nu net volgens mij weer een paar dagen voor de nieuwe. Prachtig mooi boekwerk, ik heb het nog niet doorgekregen. En ik hoop dat het waar is wat namens het college door de ambtelijke organisatie gezegd wordt. Door zijn wethouder Scheuren. Ja, dank u wel. Ja, allereerst over koppenverkoop, verhuizing, wat niet. Hè, en ook de afwaardering. Kijk, de afwaardering moet u zien als een gemeentelijk verhaal. Dat staat dus eigenlijk op zichzelf genomen, los van welk bedrijf op welke activiteit er is. We hebben gewoon een afwaardering zeg maar, moeten doen. Dat betekent dat we nu een voorziening hebben. En dat betekent dat op het moment dat wij verkopen, dat we ruimte hebben. Zo simpel is het. Dus het is niet, de afwaardering is niet gedaan om zeg maar, ondernemers zeg maar, iets te geven. De afwaardering is gedaan omdat wij de grond daar niet vrij konden maken. En de accountant en ook eerder de provincie zeiden van ja, goh, jullie halen jullie targets niet en ga maar afwaarderen tenzij je daar een voorziening voor maakt. Zo simpel het is. Dus het is niet zo dat ondernemers direct profiteren van. Integendeel, ondernemers moeten gewoon de prijs betalen. En ik vind het fantastisch dat in dit geval ook de ondernemer zeg maar heeft gezegd van nou, ik ben bereid om die prijs te betalen. Ja, dat betekent natuurlijk al wat, want we leven wel in een tijd dat banken niet meer dubbel gaan financieren. Dus ook die ondernemer moet natuurlijk zeg maar, gelegenheid hebben om die verhuizing te maken. He, dus dat is in feite ook het verhaal naar de LPO toe. Zeg maar, wij krijgen als gemeente natuurlijk een ongelooflijk bedrag voor die kabel op de Rotbrink. En die ondernemer moet dat betalen. Ja, hoe financiert hij dat? Nou, als je dat kan doen door middel van een fantastisch mooi inhoudelijk plan, hè, waar we erg blij mee zijn, nou, dan heb je inderdaad meerdere winnaars. Zo zit het in elkaar. De heer Remmels. Ja, probeer het toch nog een laatste keer, om het toch nog iets helderder te krijgen. Mag ik uit uw beantwoording nu afleiden dat inderdaad de verhuizing gefinancierd wordt uit dit project, dus als het project niet doorgaat, dat de verhuizing niet doorgaat? Nou, ik zal u vertellen, het is niet alleen de verhuizing. De ondernemer heeft wel iets meer te doen dan alleen maar daar zeg maar, te verhuizen. Hij moet daar ook nog zeg maar, de zaak bouwrijp maken, enzovoort, enzovoort. Dus knap dat hij dat doet. Met de verhuizing bedoel ik gewoon de totale, ja, de bedrijfsactiviteiten overbrengen naar de Rotbrink, de verplaatsing. Ja, maar ja, met alles erop en eraan. Nee, zeker, maar ik zeg je ook. Ik neem nu woorden niet minder. Ik vraag alleen, die totale kosten, die moeten uiteraard gefinancierd worden. Ja. Ben ik helemaal met u eens. Ja. Dan blijft dus de vraag over, van als het een niet kan, kan het ander dan ook niet. Ja. Want dat is dan, ik bedoel, het woord koppelverkoop zouden we niet gebruiken. Dat klinkt negatief, ben ik met u eens. Ja. Maar er zit wel een relatie tussen. Dus als het een niet doorgaat, gaat dan het ander niet door. Is het contract is dusdanig ondertekend dat er een uitweg is op het moment dat dit plan niet doorgaat? Ja, kijk. Met andere woorden, zit er een ontbindende voorwaarde in? Ja, uiteraard. Deze. Maar, deze ontbindende voorwaarde. Maar op een moment, maar ik wil u wel één ding nog voorhouden. Realiseert zich goed dat de ondernemer nog veel meer kosten maakt zelf dat. Hè? Dus betrekt u dat bij het feit. Maar het antwoord is inderdaad, en natuurlijk is er een ontbindende voorwaarde. Het gaat hier om hele grote belangen en heel veel geld. Natuurlijk. Dit project is de ontbindende voorwaarde. Deze ontwikkeling. Zo is die opgenomen in het verkoopcontract zeg maar, van de Rotbrink. Staat dit project genoemd als ontbindende voorwaarde. Ja, spreekt toch voor zich dat hij niet naar de Rotbrink gaat als dit niet door kan gaan. Ja, simpeler kan het niet zijn. Het is een ja of een nee, toch? Ja, nee, maar ik ben wel benieuwd naar de vraag, achter de vraag.
Van voorzitter, mag ik een procedurevoorstel doen? Want volgens mij zit een politieke discussie. En het gaat hier om, met alle respect voor de heer Remmers, het gaat hier over bestemmingsplan Vassen. En ieder weldenkend mens die kan volgens mij begrijpen dat er iets aan de hand is. Hè. Maar ik kan me niet voorstellen, ik heb begrepen dat de initiatiefnemer behoorlijk wat miljoenen steekt in het ontwikkelen van de Rotbrink. Daar is mijn fractie in ieder geval blij over. Maar ik zie dat los van de wijziging van bestemmingsplan Vassen. En ik hoop dat deze gemeenteraad akkoord gaat met de visielegging van dit bestemmingsplan. Ook de heer Remmels is een weldenkend mens en had een vraag die door de wethouder is beantwoord. En volgens mij kunnen we met z'n allen concluderen dat dit gewoon ter inzage gelegd kan worden. Ja, unaniem heb ik zelfs. Unaniem. Dus waarvan akte? Waarvan akte. Ja. Okay. Meneer Bos. Er stond nog één vraag open. Ja. Oh ja. Ja hoor, het bodemonderzoek, als daar uitkomsten uitkomen wat negatief is, zeg maar, hè, dat de bodem gesaneerd moet worden, dan zijn die kosten voor rekening van de initiatiefnemer. Dan sluit ik op 6 juli 8:15 deze vergadering. Wel thuis. Ja, we hebben de lange termijn agenda nog. Ja. Iemand opmerken over de lange termijn agenda? Niente. Dan alsnog wel thuis.